Hallo beste luisteraars van Ik ga leven de podcast, vernoemd naar het gelijknamige boek van mezelf. Mijn naam is Lale Gül, ik ben je favoriete host, ik ben schrijfster, columnist bij Het Parool en ik maak deze podcast met Umer Oejar. Umer is een lopende encyclopedie en ik heb veel vragen in het leven. Heb jij die ook? Dan is dit het juiste adres voor jou. Welkom bij een nieuwe aflevering die wordt opgenomen op 23 januari. Um, ja, het is deze week eigenlijk uh, nergens anders over gegaan dan boos en The Voice. En ik ja. had dus gisteren een etentje bij mijn uitgever met allemaal andere schrijvers die ik, uh, waarvan ik de naam niet mag noemen, hebben ze expliciet gezegd, want ze luisteren ook naar mijn podcast. En die zei al gelijk van, uh, ja jij vertelt alles gelijk, maar noem ons niet. Dus ik noem het niet. Maar we kregen een soort van spanning aan tafel omdat iedereen massaal mij ging aanvallen omdat ik één ding had gezegd. En dat vonden ze allemaal victimblaming. En ik niet. En daar werden we het maar niet over eens. Ja. Want kijk, ik zei op een gegeven moment en ik vind het gewoon nog steeds super logisch. Um, kijk, je moet natuurlijk gewoon. Die mannen moeten daarmee kappen en educate your son. En uh, weet ik veel wat. En het ligt niet aan de vrouwen helemaal mee eens. 100%. Maar wat je ook moet zeggen. is dat die vrouwen wel. Op, op, het ge op het moment dat het gebeurt. moeten ze wel mondig genoeg zijn. om gelijk aan de bel te trekken. En niet wanneer heel het land ermee bezig is. of wanneer Tim Hofman bij je deur aankomt kloppen, weet je wel. Dus mm -hmm. ze hebben al die tijd niks gezegd. En nu komen ze allemaal omste beurt naar buiten. Wat natuurlijk heel goed is. Maar uh, wat John de Mol zelf ook al zei in dat interview. Waarom trokken ze niet eerder aan de bel? En dan kun je zeggen van ja, ze verstijven of ze schamen zich, et cetera. Maar we moeten dus dat ook weghalen, zei ik. Van dat ze gewoon vroeg aan de bel trekken en dat ze mondiger worden op het moment dat zoiets gebeurt. Mm -hmm. Dus dat we niet met z'n allen op een soort programma moeten wachten of een hashtag MeToo zodat iedereen het pas durft te zeggen of zo. Dat zei ik. En ik zei. We moeten ook een soort van de naïviteit aanpakken. Omdat. Uh, kijk, die meisjes waren 18. En ze werden geroepen naar een hotelkamer midden in de nacht. En ze dachten dat dat was omdat ze vrienden konden worden met iemand. En die meisjes bijvoorbeeld. die zijn met een doorgesnoven alibi. midden in de nacht in zijn privé-villa. En dan denk ja. ik. Ja. Wat denk jij dat daar gaat gebeuren? Even serieus, wat denk je nou? Je kan, ja. toch, je kan toch van tevoren weten dat zoiets mogelijk kan gebeuren, denk ik dan? Ik bedoel, toen ik 18 was, zou ik dat echt wel inzien. Maar dan is het zo van, oh, je legt het nu bij hun neer. Nee, dat zeg ik niet. Ik noem dus drie dingen. Die mannen moeten daarmee kappen. Maar ik zeg ook, er, zal altijd een man, er zullen altijd mannen zijn die dat nog steeds doen. Dus je kan wel mm -hmm. met z'n allen roepen van, oh ja, die mannen moeten ermee kappen. Maar er zal altijd een man zijn die dat doet. Hoe, maakt niet uit hoe jij je zoons opvoedt, et cetera. Al geef je iedereen perfecte opvoeding, al schreeuw je van de daken dat iedereen daarmee moet stoppen. Er is altijd een deel van de mannen, dat zit gewoon in hun, of dat, dat weet ik veel, dat vinden ze spannend of zo, die dat zal blijven doen. Uh, mm -hmm. Als jij op vakantie gaat naar Marokko. Ga je ook lastig gevallen worden? Kan je wel heel hard schreeuwen van. Uh, ja, mannen moeten dat niet doen. Ze gaan het toch wel doen. Dus dan kun je mm -hmm. ook beter die vrouwen uh, leren om mondiger te zijn. Om voor zichzelf op te komen. Je kunt ze bijvoorbeeld ook aan vechtsport leren. Dat vind ik zelf best wel handig als vrouw. Uh, ja. Maar ook dat je die naïviteit aanpakt. Dat niet meisjes van 18 denken dat een alibi van 40 met ze bevriend wil raken midden in de nacht. In zijn privé-villa met een doorgesnoven hoofd. Dat is ook best wel naïef, ja. vind ik dan. Dus ik zeg drie dingen: preventie, eerder aan de bel trekken. En die mannen moeten daarmee kappen. Dus het zijn drie dingen. Niet alleen mannen moeten daarmee kappen. En toen ging iedereen mij aanvallen. Ja, hoe kan je dat zeggen? Dan leg je het bij de vrouwen neer. En dat snap ik dus niet. Ja. Mm, yeah. Ja, ik, ik begrijp wat jij probeert te zeggen en ik begrijp hun ook heel erg. Um, kijk, preventie, dat ja. Uh, yeah. Dat is een rare. Want kijk, het is, het is vrij normaal om uh, in de entertainmentwereld dat er een feestje wordt gegeven bij iemand thuis. en er worden vrouwen uitgenodigd en weet ik veel wat. Die dingen gebeuren. Er is helemaal niks mis mee. Er is ook helemaal niks mis mee om naar een villa te gaan waar allemaal artiesten zitten. en dan uh, een van hen te pijpen onder de douche, wat een van die mij had gedaan. Helemaal niks mis mee. Mag je doen. Als je wilt kun je een trio hebben daar. Helemaal niks mis mee. Maar het feit dat jij daar bent en dat aan het doen bent, geeft niet. Uh, andere mensen in hetzelfde gebouw, zeg maar, een vrijbrief om ook aan jou te zitten wanneer jij zegt dat je dat niet wilt. Weet je, je mag een slet zijn, dat mag. Ik bedoel, ik heb veel mm -hmm. vriendinnen die gewoon uh, slet, zichzelf slet te noemen, als het ware, omdat ze gewoon vri vrij, uh, vrij omgaan met, uh, met, met seks en dat soort dingen. En all the power to you, ik heb er helemaal geen problemen mee, maar zodra mannen dat dan als soort van vrijbrief zien van: oh, dit is een slet, dus ik mag gewoon aan haar zitten. Dan is dat een, een probleem. Want het maakt niet uit. Zelfs als jij in een swingerclub uh, gaat zitten. In een swingerfeestje gaat zitten. Waar iedereen el, uh, seks heeft met elkaar. Zelfs dan spreek je van consent. Zelfs dan als jij zegt van. Hm, ja, liever niet met jou. Dan wordt dat gewoon gerespecteerd. En da daar ligt je... een beetje. Het... Ja? Ben jij ooit naar een swingerfeest gegaan? Nee, nog nooit. <laughs> Wil je dat? Ik ben daar. Nee, echt. Tot... Ik heb er uh, totaal geen interesse in. Uh, tenminste, met meer. Ja, ik ben echt heel. Ja. Ik ben echt een beetje... Uh, ik heb gewoon een hekel aan, uh, aan mannenlichamen. Ik kan gewoon niet als ik als <laughs> een... Als hekel ik een hekel Ja, weet je, ik, ik vind lullen gewoon lelijk, weet je. En uh, als, ik, uh, als, er een, als er een naakte man in mij bij zijn zou zijn... dan zou ik geen, geen stijven kunnen krijgen. Maar ik weet hoeveel chicks eromheen zijn, zeg maar. Dus uh, dat heeft mij nooit iets... Uh, het lijkt mij nooit iets. Daarom zou ik ook nooit doen aan een trio. Tenzij het met twee vrouwen waren, maar ja... Weet je, dat. Uh... Dat wil je wel, een trio. Ja, ik heb dat wel eens gedaan. Alleen, uh... ja, het was toch niet zo. Uh zo speciaal als ik in mijn hoofd uh, voorraad. Het is wel leuk, maar uh, het is wel heel veel werk. <laughs> maar. Okay. Dus, uh, maar ja, kijk, los, los daarvan. Kijk, dus dat hele preventiedeel, ik vind dat, ik vind dat een beetje gek, want het is, je kan dat op alles toepassen, weet je. Kijk, je kan ook zeggen van, ja, we kunnen iedereen uh, onderwijzen, maar uh, dat, dat pedofielen niet goed is. Dat je pedofiele gedachtes kan hebben, prima, maar dat, dat, dat het uh, uitvoeren van die dingen niet goed is, tegen de wet is. En, maar er gaan altijd mannen zijn, die het toch gaan doen. Ja. Dus dan, als je ja, je kind uh, alleen hebt heb laten spelen in een speeltuin en die is uh, ontvoerd en verkracht, dan is dat ook je kindsverantwoordelijkheid of jouw verantwoordelijkheid als ouder. Mm, weet je? Nou ja, dus, als je ze. Ja, kijk, je, ja. Weet dat er, je weet dat je in een wereld leeft waarin pedofielen bestaan. Dus omdat je kind alleen naar een speeltuin te sturen, vind ik inderdaad niet slim. Want je nee, weet dat ze bestaan. Ik, ja, maar ik, ik zou niet. Um, kijk, dat is dus een beetje het leven in die, in die angst, weet je. Want wat, wat wil je nou? Wil je, wil je de hele tijd leven met die angst? Ik bedoel, diezelfde angst is wat mijn ouders gebruikt hebben om mij van de buitenwereld af te sluiten. Want er zijn pedofielen en er zijn dit en dat, weet je. En er zijn Nederlanders die aan kleine kinderen zitten. Nee, je moet het niet overdrijven natuurlijk. Maar je moet ook niet denken Ja, van, maar, maar oh. daarom kijken. Ja, maar op, op, hetzelfde, hetzelfde geldt ook voor je kind naar de speeltuin sturen. 90% van de kinderen die alleen naar de speeltuin stuurt, worden niet verkracht. Weet je? Dus dan is het heel... Um, raar om de blame, zeg maar, bij die mensen te zetten. En het is niet de hele blame, maar je geeft wel een deel van de verantwoordelijkheid geeft je aan hun. Kijk, niemand zegt uh, ja, als je je kind om drie uur s'nachts in de speeltuin laat spelen, oké, okay, dan begrijp ik het nog. Weet je, Maar over het algemeen gelden dat als vrij veilige omgevingen. En hetzelfde is gewoon uh, hetzelfde geldt voor een hotelfeestje, of een personeelsfeestje, of een persoonlijke bespreking. Nee, dat klopt, en weet ik veel maar... dat horen, Dat horen een soort van veilige uitdagingen te zijn. En kijk, jouw oplossingen die zegt van ja. Um, ze moeten op vechttraining ik vind het prima als een vrouw op vechttraining gaat maar het maakt niet uit uh, tenzij jij aan de top staat van, van whatever judo of wat jij ook doet gaat je gemiddelde man je kunnen overmeesteren weet je dat is niet zo moeilijk ik, ik kan elke ja. vrouw met één vuist knock-out slaan dat zou de meeste mannen kunnen dat, zouden dat kunnen doen dus ja. ze zelfs dan zelfs met dat zelfs als je wapens bij je zou hebben uh, als vrouw zit je gewoon in een veel uh, kwetsbaardere positie. En dat is, gewoon, dat is gewoon lastig. En ik denk dat de, de reden waarom... Uh, in het begin die vrouwen niet aan de bel trekken... is omdat jij in je eentje staat. Jij staat, jij staat in je eentje... tegenover een vrij machtig... Uh, imp imperium. In, in, in principe, weet je. Die echt uh, letterlijk dus duurste advocaten... gewoon kunnen inhuren die de media in hun... Uh, weet je, als hun, als hun broek zou kennen. Dus dan is het heel lastig om in je eentje... Uh, iets erover te zeggen. En omdat maar je, je kan dat toch niet aangifte doet... doen? De, ze hebben toch niet de politie in hun zak? Ja, maar het komt gelijk... Waarom doe je nu pas aangifte? Kijk, dat snap ik gewoon niet. Kijk, omdat ze nu met, omdat ze nu met velen zijn. En, en daar ligt het ja, verschil. Kijk, als, als het jij bij mij één was gebeurd, ben... had ik gelijk aangifte gedaan. Klaar. Ja, ik weet niet of dat waar is. Ik weet niet of dat waar is. Kijk, um, het is... Het... Sowieso is het voor heel veel vrouwen die door zoiets gaan, is het, is het uh, voornamelijk een lange tijd van uh, een soort van confusion. Dat je in de war zit. van Wat de fuck is er gebeurd? En je gaat ook aan jezelf twijfelen. Van heb ik, heb ik ervoor gezorgd dat het is gebeurd en weet ik veel wat. Maar het is vrij duidelijk wat er is gebeurd. Ik bedoel, tijdens een normale, vrije partij. Weet je, een doodnormale vrije partij. Heb ik nooit gehad dat het meisje of ik dacht van: Oh, heb ik dingen tegen mij wil gedaan of zo? Dus wanneer dat wel gebeurt, is het vrij duidelijk om dat te herkennen. Aan beide kanten: de man zou het moeten herkennen en de vrouw zou het moeten herkennen. En mm -hmm. wanneer het om één zo'n meisje gaat, 18, 19, 20, whatever, whatever de, de leeftijd, dan zit je daar. Kijk, ik heb, ik heb heel vaak uh, grote, weet ik veel, als ik uh, een on, uh, oneenigheid heb met een investeerder of zo, die, die gast heeft daar miljoenen. En dan ja, weet jij dat jij goed zit. Maar ja, je kan niks. Doe maar aangifte. Er gaat helemaal niks van komen. Want uiteindelijk heb je net, zijn het letterlijk miljardairs. Tegenover jou. Weet je, zo'n mediabedrijf, dat is gigantisch veel geld waard. En je gaat in de media verschijnen. En wat er dus gelijk gebeurt, is dat een heel groot deel van de mensen jou als. Um, ja, een soort van gold neer gaat zetten van ze zijn uit op geld of ze zijn uit op aandacht. Want dat gebeurt gewoon. Er is geen enkel celebrity waarbij de, 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 die beschuldigingen heeft gekregen die niet verdedigd zijn. Hetzelfde met Ali B. Ik bedoel, ik heb je laten zien bij zijn post is hij gewoon alle re de reacties uitgezet en alle reacties aan het verwijderen, behalve de hartjes, zodat het lijkt alsof iedereen hem steunt of zo, weet je. Dus ze zijn heel goed in het creëren van zo'n neppe realiteit. En dat zorgt ervoor dat die hele aanhang, want je hebt heel veel mensen die zich nu vervelen en 100% achter Ali B. of Marco Borsato of weet ik veel wat staan... en die komen dan achter je aan. Maar wanneer je met veel bent... en wanneer je een, een ander bedrijf achter je hebt... zoals BNNVARA, Boos, <coughs> andere celebrities... Dan, ja, dan heb je veel meer moed om, om, uh, om naar voren te stappen. En in eentje is dat lastig. Daarom is die... Kijk, mensen zien MeToo als iets van... oh ja, nu komen alle vrouwen met valse beschuldigingen. Maar het is eigenlijk meer van... oh. Nu is er zoveel aandacht dat de aandacht niet geheel gevestigd hoeft te worden op, op jou wanneer jij met je verhaal komt. Want je deelt het leed met meerdere mensen en daardoor hoef jij niet het volle gewicht te dragen. En het is nog steeds heel vervelend voor vrouwen, want ze worden nog steeds weggezet uh, als, als niet, niet geloof. Ik ben het met je eens dat er sowieso uh, gefocust moet worden aan... Uh, aan uh, ook educaten, uh, het educeren van vrouwen. Hoe ze met dat soort uh, dingen op moeten gaan. Dat, ze, dat er bijvoorbeeld organisaties zijn waar je naartoe kunt. Dat ook al heeft letterlijk Willem-Alexander jou verkracht. Dat je gewoon daar naartoe kan gaan en je weet dat uh, er genoeg uh, ja, professionals achter je aan staan. En er geld achter je, achter je staat, zeg maar. Dat, die jou kan verdedigen. Dat vind ik allemaal mooie dingen. Maar het deel van de mannen, dat, die, die hele mannencultuur de giftige cultuur dat dat uh, in mediawereld, in alle werelden speelt... daar moet veel meer aandacht aan geschonken worden. En ik denk dat dat de reden is dat mensen uh, zo boos werden daarop, weet je Ja. Maar ik, 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 ik neem aan dat jij nog nooit zoiets hebt meegemaakt. <laughs> nee, ik heb het dus ja. nog nooit nee. meegemaakt. Dus ik kan ja. ook niet per se denken voor iemand of namens hem ja. praten. Maar wat ik me wel afvraag is... Kijk, als ik 18 was en Ali B. is 40. en hij zegt, kom naar mijn villa om één uur s'nachts... Ja. en hij is doorgesnoven en het is een feestje... en uh, weet je, ik zou dan echt wel weten wat mij te wachten staat. Maar... Ja, maar het is, het is vrij normaal wat je nu zegt. Kijk, uh, in de entertainmentwereld... Kijk, ik heb een vriend... die uh, is de producer van allemaal liedjes uit je jeugd. Uh, op, uh, hoe heet he dat liedje van Opposits met iets... Uh, Iets van de Liefde. Uh, weet je welke weer Fuck, ik heb uh, de naam kwijt. Koning van de Disco. hoe hoor dat liedje. <laughs> hoe de fuck kan ik dat liedje uh, kwijt zijn? <laughs> Iedereen kent dit liedje nu. <trabajando> maar ja, ja, dat liedje. Ik weet welke Iedereen is, heeft het. Ja. ja maar ja. Ja, maar dus hij is dus een producer van het liedje. Hij heeft heel veel liedjes uit onze jeugd geproduceerd. Nog steeds een producer. Hij zit in de 40, 42, ja. En de hele vriendengroep bestaat daaruit van tussen de 18 tot de... Letterlijk 50. Allemaal mensen uit de entertainmentwereld. Als er een feestje wordt gegeven, dan heb je daar gewoon. Dan word je gewoon uitgenodigd door een producer van 40, die uh, 18, 19, 20-jarige meiden en jongens uitnodigt op zo'n feestje. Dus het is vrij normaal. En dan wordt er drugs geconsumeerd, meestal niet doorgestoven, meestal zijn het gewoon. Je cannabis jointjes, of weet ik veel wat. Um, dus um, het, het, is, het is vrij normaal. Het zijn een soort van socializing events, weet je. En ik mm. kan me voorstellen dat dat het vanuit een andere. Uh, Jij ja, kijkt vanuit een islamitisch ooghoek, is het soort van. Oh ja, het is toch 100% er is daar drugs en er zijn daar mannen. Dus je gaat sowieso verkracht worden, weet je. Maar dat is over het algemeen. Ben je gewoon veilig op dat soort feestjes. Over het algemeen worden er niet mensen ja. verkracht op dat soort feestjes. Dus dan. Uh, heb je daar ook wel een beter, beter uh, ja, beeld bij zeg maar? Ja, maar uh, nee, ik snap nee. wat je bedoelt misschien ook omdat ik gewoon totaal niet uh, bekend ben met deze wereld, dat ik uh, gelijk overal een potentiële verkrachter inzie, ook door mijn opvoeding. Uh, ja. Ik bedoel, wij hebben met de paplepel ingegoten gekregen dat dit zeg maar een soort van bij elke man erin zit. Dit is zo'n soort van DNA van de man. Dus kunnen je altijd ja. lastigvallen of verkrachten, weet je wel. Dus ja. Ik denk dan altijd dat ik daar altijd wel een soort van op voorbereid ben. Op ja. ongewenst seksueel gedrag. En misschien als je gewoon op de normale, veilige manier bent opgevoed, of Nederlandse manier, dat je dat juist totaal niet hebt. Dat je gewoon mannen ziet als net als vrouwen, weet je wel. En dat je juist heel ja. erg schrikt als iemand wel ineens dat soort dingen doet. Ja, ik, ik, ik geloof het. wel dat het soort van in elke man zit. Maar ik denk ook dat elke man het soort van tegenhoudt. En sommigen gaan veel beter dan anderen. Sommigen hebben er helemaal geen probleem mee, anderen wel. En sowieso dat drugs die dingen open kan gooien. Ik bedoel, een man die dronken is, die gaat wat uh, verder over de streep. Maar daarom is het belangrijk dat het bij mannen is. Want in zo'n situatie, wanneer iemand dan over de streep gaat, is het enige persoon die zo'n persoon kan terugfluiten is een man. Weet je, uh, uh, meisjes kunnen wel met z'n vijven zeggen van hé, hey, waar ben je nou mee bezig? En weet je veel wat allemaal. Die man gaat het niet serieus nemen. Maar een andere man die kan uh, hem wel op zijn fouten wijzen. En als hij niet luistert, kan hij hem ook overmeesteren. Weet je, want zodra een man iets doms doet, dan uh, ja. Ja. Maar, ja, ergens snap ik wel dat die meisjes denken: oh nee, tuurlijk gaat dat niet gebeuren. Want het is fucking Alibé. Waarom zou hij mij lastigvallen? Weet je wel? Ja. Dus Ik snap ergens ook, ik bedoel, hij is getrouwd, hij heeft kinderen. Uh, Knuffelmark aan. <laughs> precies, hij komt zo <laughs> ja. sympathiek over. Uh, hij is ook nog eens mijn co coach bij The Voice. Hij gaat echt niet aan ja. zitten. Ja, oké, okay, ik snap die gedachte eigenlijk wel. En ja, de, andere de man, kant... van man van Linda de Mol, waarom de fuck zou die jou lastigvallen, denk je dan? Ja, precies. Ja, want aan de andere kant, als we dan vrouwen, zeg maar, gaan zeggen van oh ja, je moet wel oppassen en dit en dat. Ja, dan gaan vrouwen dat ook hebben naast mannen die. Kijk, als ik vriendinnen uitnodig voor een feestje. Dan wil ik niet dat ze in hun hoofd denken: van, hmm, ja, maar UMR is ook al ken ik Umair al uh, acht jaar, uh, hij is wel een man, dus hij kan wel dit doen of zo. Weet je, dan creëer je een hele verkeerde um, ja, dan creëer je juist meer distantie tussen man en vrouw. In plaats van dat uh, we gewoon aanleren dat je bepaalde dingen niet, niet hoort te doen, weet je. Dus, uh, ja. Ja. En ik merkte dat ook bij mijn vrienden hoor. Mijn vrienden die die documentaire zagen, die kwamen gelijk van ja, ik vind dat de meisjes overdrijven. En ik wist, pre ik wist precies dat het over dat stukje kwam: van dat meisje die zei van ja, en toen ging ik naar de douche, en toen ging ik een andere artiest pijpen die ik toevallig kende. En toen kwam Ali en die wilde aan me zitten, en ik zei nee, en weet ik veel wat allemaal. Ik wist dat dat deel vooral door een soort van de autochtone gemeenschap uh, gezien gaat worden als: oh kijk, dit is gewoon een keg. Weet je, dit is gewoon een keg, dus zij doet dit gewoon voor Ali. Oh ja, want ze was al aan het pijpen, dus ze is al zo'n Ja boer. Precies, maar daarom, dat geeft je, dat geeft je geen vrijbrief. Weet je. Kijk, er zijn feestjes waar gewoon meiden naartoe komen die houden van orgies en weet ik veel wat allemaal en dan kan iedereen erop springen. Maar zodra die persoon nee zegt en jij gaat door, dan is dat niet meer een feestje of een gezellige orgie of zo. Dan is dat gewoon verkrachting. Weet je, dat ja. is letterlijk wat, wat het is. Uh, weet je, als ik een chick zie en deze chick zegt van, ja, je mag alles met mij doen en ik doe alles met haar, helemaal niks aan de hand. Maar als ze zegt, je mag niks met me doen en ik doe alles met haar, ja, dan zit ik verkeerd. En dat is die, dat is die distinctie waar mensen doof, uh, niet over denken. Ja, bij het. mijn vrienden waren ze ook sceptisch, maar één vriend zei van, even serieus, wat denk je dat als iemand naar, je, naar zijn hotelkamer roept? Want eentje zei, ik was geroepen naar hotelkamer, toch? Een van die meisjes. Ja, maar ze waren niet gegaan. Het waren niet te gaan. Ze, ze, oh, uh, ze hadden alleen no. kritiek op dat hij had gezegd: van, Oh ja, kom naar mijn hotel. Ik heb een hotel geboekt, kom naar dit hotel in weekveld. Maar er is nooit iets gezegd over dat ze wel naar een hotelkamer zijn gegaan. Maar ja, die chick ah, er ook van: niet. Ik vond het heel vreemd dat hij me opeens uitnodigde naar een hotelkamer. Weet je. En, ja. uh, maar zelfs dan, zelfs als iemand je uitnodigt naar je hotelkamer, en jij gaat er naartoe. En die persoon wil seks met jou hebben, en jij zegt nee. En dat wordt niet gerespecteerd. Nou, dan ben je in principe. Sowieso, je bent al over de streep als je als uh, iemand die bij zo'n bedrijf werkt aan een kandidaat gaat zeggen, kom naar het hotel. Maar ja, kandidaten kunnen gewoon. Mensen kunnen gewoon naïef zijn, dus die kunnen die fout maken. Maar als die persoon uh, laat blijken dat ze er helemaal geen interesse in hebben, dan, ja, dan moet je dat wel zien herkennen of zo. En ik vind dat raar. Ik vind, ik, ik vind het zo raar van een man, want ik zou. Hoe, hoe ben je nog opgewonden als de vrouw laat zien dat ze je niet wilt? Ja, je, dat snap ik, ik ook je, niet. Hoe kan je nog opgevonden zijn? Ze dat zei, echt... Ali, Ali deed een condoom om en zei, uh, het gaat niet lang duren. Even serieus. Wie <laughs> ja, nee, de fuck, ja, ja. fuck zegt dat? Ja. <laughs> het gaat niet lang duren. Zo van, ik weet dat jij het kut vindt, maar dat maakt mij niet uit, want het gaat niet lang duren. Het, het gaat maar even pijn doen. Even serieus. Wat voor een sick fuck ben je dan? Hij ja, moet echt ja, maar opgesloten dat... worden. Ja, maar daarom, dat, dat deel begrijp ik dus niet. En daarom denk ik ook dat het veel meer om dat macht gaat. In, in, want ja, hij kan gewoon, weet je, bestel gewoon een mooie escort of zo en doe wat je wilt. Je hebt genoeg geld, maakt helemaal geen reet uit dat dat kort duurt. Weet je, je hebt meer dan genoeg geld. Dus... Uh, waarom, denk jij dat, uh, dat iemand in de gevangenis komt? Nee, nee. Nee, ja. Nee, denk ik niet. Ja, ik nee. las van, ja, Ali keert gevangenisstraf omdat uh, verkrachting, dat is twaalf jaar of zo. Twee, ja, maar ja, 95%, procent, 95 procent van verkrachters spenderen geen dag in de, in, de, in de gevangenis. Ja, precies, dat zei ik ook al. Ik, ik geloof echt niet dat hij vast komt te zitten. Dat ja, Het is ook... sowieso moeilijk om uh, veroordeeld te worden, want hij moet echt, uh, weet je, het is ook lastig, want hij moet sterk bewijs hebben en dat soort dingen. Ja, maar en je ja, hebt nooit is... bewijs van verkrachting. Precies, dat, dat precies. kan je niet bewijzen. Ja, dat kun je alleen, ja, als er geen condoom is gebruikt, kun je dat alleen ja, gelijk erna bewijzen. Dan wordt er een monster afgenomen. Uh, dan hebben ze een DNA-sample, uh, nee, zeg maar. Nee, die man kan beweren dat je het gewoon wou. Oh ja, ja, dat, dat kan inderdaad. Je kan het gewoon niet bewijzen. Dus zelfs, ja, precies. Dus zelfs dan is het, uh, is het lastig. Ja, het is, echt, uh, het is echt een groot probleem. Ik, uh... Ja, dus jij nee, denkt echt... dat niemand in de gevangenis komt? Ja, ik denk misschien Marco Borsato, maar ja, eigenlijk ook weer niet, want hij heeft geen kind verkracht. Hij heeft alleen aan billen en heupen gezeten en natuurlijk is dat ook heel erg, maar ik denk ja. niet dat hij daarvoor gaat vastzitten. Nee, nee. Ja, het is gewoon, uh, ik denk dat, ja, yeah, het is gewoon belangrijk dat, ze, <tosses> dat dat soort mensen, wanneer ze uh, bekend zijn, ja, het is lastig. Kijk, je kan ze cancelen zodat ze helemaal geen inkomsten meer hebben of wat. Ze, ja, ze zijn blijven... gecanceld. Ze, uh, Ali B. en Marco Borsato zijn uit het Madame Toussaint gehaald. En hun liedjes ja. worden niet meer gedraaid. Ja, maar kijk, dat, dan gaat dat soort van impact op hun in inkomsten. Maar ja, andere inkomsten krijg je nog steeds. Weet je Buma-check, uh, Buma wanneer je liedjes worden gespeeld. En weet ik veel wat. Al die dingen van je boeken, weet ik veel wat. Die inkomsten heb je nog steeds. Dus je houdt nog steeds geld. Dus je kan nog steeds als een rijke bitch lekker uh, met pensioen voor de rest van je leven. Dus ja, het is ook niet echt een, een hele grote straf of zo. Behalve dat ze dat ze, ja voor de rest van hun leven schande hebben. Maar ja, je, je verhuist gewoon naar Spanje of zo. En je kan gewoon je leven leiden. Ik denk ook je... dus niet dat ze voor de rest van hun leven schande hebben. Kijk, bij Michael Jackson en zo was het ook zo van: oh ja, we gaan nergens meer draaien, dit en dat. En bij die R. Kelly en zo. Nu ja. draait het gewoon weer overal. Dus ja, ik. Ik denk serieus dat ze over een tijdje gewoon weer alibi gaan draaien, eigenlijk. Ja, hoe, hoe bekender je bent, hoe sneller mensen dat soort uh, dingen kunnen, kunnen vergeten, zeg maar. En Marco Borsato gaan ze echt wel nog steeds draaien in cafés en kroegs. Kroeken. Ja, sowieso. Nee, maar uh, los, da los daarvan, denk ik dat sowieso een groot deel van de mensen ook denkt van, oh ja, het is gewoon allemaal een beetje overdreven. Heel veel mensen, mensen vinden MeToo en dat soort dingen vinden ze onzin, weet je. Het zijn allemaal vrouwen die zijn. Ja, dat is wel huilen. echt kut. Ja. Ja, dat, dat, of dat, van dat, dat die mensen die het, uh... zeggen, ja, nu gaat iedereen. Nu kan iedereen erover liegen om een man kapot te maken. Of nu kunnen mannen niet meer flirten met vrouwen. Dat is gewoon ja. totale onzin. Want <laughs> ja. uh, nee, ik bedoel als. Ja, maar het is gek, want als jij zegt nu kunnen mannen niet meer flirten met vrouwen, dan vraag ik me echt af wat jij wat jij zag als flirten, dat jij denkt ja, van dat precies. opeens niet meer mag, weet je? Ja. Van hey lekkere kut heb je daar. Ja, nu kan ik dat niet meer zeggen en nu kan ik niet meer flirten. Ja precies. Nou, het ja, staat echt allemaal nergens op dat soort dingen. Het is echt weer zo overdreven. Zogenaamde ja. mannen durven niks meer te zeggen en zo. Ja, dat geloof ik ook niet. Ja. Ik fluister nog steeds vieze dingen in door van mijn vrienden. Dat is geen verkrachting. <laughs> of of uh, van die mannen die zeggen: Oh ja, nee, dat is geil. Dat je de hele dag om de seconde consent moet vragen. van Vind je dit lekker ja. en mag ik dit? Ja, maar doen? dat is het dus. Dat, je, je overdrijft dat, dat het. Dat doet niemand. Ja, precies. Ja. Je, gaat het ja, je overdrijft niet per... het naar een plek. Van, oh ja, consent. Maar consent is niet dat je zegt van, ja, nu mag je het. is niet dat ik tegen mijn vriendin zeg: Van, mag ik hem nu erin steken? Weet je, zet nog hier je handtekening of weet ik Nee. Maar dat, ja, maar je merkt dat gewoon. Ik begrijp niet hoe. Ik denk dat heel veel mannen die dat zeggen, die. Neuk, die, ja, ja, als ze willen neuken, gaan ze gewoon neuken. Weet je, en dan kijken ze niet eens naar of de vrouw dat wilt of de vrouw het lekker vindt. Weet je, of de vrouw is klaargekomen en weet ik veel wat. Is dus het gewoon van, ja, nee, ik ga gewoon neuken. Ik hoef geen toestemming daarvoor te vragen. Het is gewoon mijn vrouw, die kan ik gewoon neuken. Ja. ja dat, dat is hoe ze in het leven staan, denk ik. Denk je dat er een kern van waarheid in zit dat sommige vrouwen, bijvoorbeeld, um, um, gewoon seks hadden gehad wat ze niet fijn vonden? Of waarvan ze achteraf denken, hmm, eigenlijk. Wou ik het misschien niet eens of zo, maar heb ik me gewoon laten overhalen. En dat ze dat ook heel snel als misbruik of zo gaan zien. Of is dat echt totale bullshit? Ja, nee, kijk, het, is, het, is, het heeft met jouw eigen emoties te maken. Want als jij erin bent gegaan, in de, omdat je ja, je een beetje aangetrokken voelde, dan kan ik dat nog begrijpen. Maar als jij er bent ingegaan en jij weet gewoon dat je gewoon meegegaan. Mee want ja, het is Ali B. die naast je is. Weet je. De, dan, uh, dan, dan na een tijdje merk je dan wel dat het eigenlijk door dat machtsverschil uh, uh, kwam, zeg maar. Weet je, ja. dat is wat lastiger om... Uh, want ja ik, heb, ja, ik denk dat iedereen hetzelfde heeft. Dat als iemand uh, ja, die veel hoger dan jou staat iets van jou vraagt, dan ben je veel verder... Uh, bereid te gaan, ook al wil je niet verder gaan. En dat kan met alles in het leven zo zijn, of niet per se met seks zo, zo te zijn. Maar dan ja, denk je gewoon dat je die persoon iets oot of zo, omdat uh, die persoon uh, ja, machtiger dan jou is. En achteraf kun je dan wel inzien van: oh ja, e ja dat, eigenlijk wilde ik helemaal geen seks en ik, ik, ik heb het eigenlijk alleen gedaan omdat deze persoon machtig was en ik bang was om me uit te spreken. Dan, ja. Ja, dan is dat hetzelfde. Maar ook dat zou gewoon, weet je, dat zou de man moeten merken. Want de man weet wat hij doet. Ali B weet wat hij doet. Jeroen weet wat hij doet, weet je. Dus het is een soort van, je maakt, je maakt een soort van, het is hetzelfde met kinderen, hè. Kinderen die op jonge leeftijd uh, misbruikt zijn of verkracht zijn. Heel veel daarvan zagen dat destijds niet als trauma, weet je. Die zagen het niet als trauma, die zagen het gewoon als een spelletje weet je, die gingen gewoon lachen en ik van, dat klinkt heel rot, maar het zegt zo, weet je, omdat de pedofielen het op die manier brengen van, oh ja, kijk, we gaan nu met dit spelen. En op dat punt, op dat moment, dan zie jij dat gewoon al als normaal. En naarmate de jaren, naarmate je ouder wordt, dan komen die realisaties van, oh, het, het was helemaal geen spelletje, weet je, er is gewoon misbruik van me genomen, ik ben gewoon verkracht. En dan pas komt die trauma, en dan pas hit die trauma je dus datzelfde zie je ook daar terug. dus het kan uh, ja als, je, als er misbruik van je wordt genomen, dan kan het langer duren om daarvan bewust te zijn, zeg maar. ja hey jij hebt ook de documentaire mijn seks is stuk gekeken van uh, de vriendin van Tim Hofman. hoe heet ze ook ja, alweer? Elise. ja uh, ja die gaan wij behandelen in de volgende aflevering die we betaald gaan maken. dus daar gaan we nu nog niks over zeggen. En ja. je hebt, als het goed is, Jan Roos en Salahaddin bekeken. Oeh, nee, die heb ik. Ah, uh, jammer. Ik heb die niet oh, heb je nog niet gekeken? <laughs> nee. oh, Oké, okay, dan gaan we die ook in de volgende aflevering behandelen. Dus dan ja. weten de luisteraars alvast dat de volgende aflevering weer achter een betaalmuur is en dat het hierover gaat. Ja. Um, verder wilde ik het hebben over uh, cupping therapy. Uh, ik stuurde mm. jou gisteren een foto van. Uh, ja, dat is een heel Turks gebruik. Dat je van die Wie glazen... was dat eigenlijk? Was het van de familie? Iemand? Ja, een soort uh, kennis van me. Ja. Oh, ja. En dat, maar dat doen heel veel familieleden van mij ook. Dan uh, gaat ja. ze. Meestal is het dan een man, maar het kan ook een vrouw zijn. Die gaat dan liggen op zijn of haar buik. En dan gaat iemand ja. anders iets of een vuur in, 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 in glazen bekers stoppen. Ik weet niet eens precies ja. wat ze doen. En sneetjes maken in je rug. En dan gaat ze dat, dat hete glas gaat ze dan op dat sneetje zetten. Waardoor. Dat stuk huid, oh, ik moet er alles zo van kotsen, gewoon. Dat ja. stuk huid onder dat glas gaat dan helemaal zo vacuüm uh, opbollen. En soms komt er ook bloed uit en zo. Dacht ja. ik, of niet? En dat, ja, ja. Ha dat haalt ja, ja. dan het, het slechte bloed eruit. Ja, je hebt uh, verschillende versies. Je hebt uh, dry cupping en je hebt wet cupping. En uh, dry cupping is dan gewoon dat wat jij stuurt, dat er geen bloed uitkomt. En wet cupping is dan dat er wel uh, bloed uitkomt. Hijjama heet dit in het uh, Arabisch. En daarom doen Turken ja, aan. Je hebt omdat, hier hele uh, klinieken voor. Het wordt ook vergoed door de verzekering als je naar zo'n kliniek ja, ja. gaat. Heel veel <laughs> ja. moslims doen het omdat de profeet het heeft aangeraden. Dus het is een ja. soenna noemen ze dat. Uh, dus ja. een gebruik wat de profeet Mohammed ook deed. En ja. moslims geloven er ook in dat dat echt heel gezond en heel helend is. Mm -hmm. Ja, maar daarom, als je vraagt hoe, wat is de mechanisme waar, waarbij het waardoor het gezond is of helend werkt, dan. Uh... Maar, wat vind jij daarvan? Werkt het helend? Uh, nee. Nee, nee, totaal niet dus. Nee. Heeft het schade, is het schadelijk? Het doet letterlijk geen reden. Ja, het is wel schadelijk, maar je zal er niet, je, je zal er niet dood aan gaan. Kijk, het, het is letterlijk een zuigzoen, dat is wat je doet. Hè? Wanneer je uh, een vacuüm uh, legt op een uh, onderdeel van de huid die vrij dun is, dan gaan. Kijk, je hebt uh, aderen, maar je hebt ook veel kleinere aderen. Capillaries heet dat. Die zijn super klein. Dat is wat bloed wanneer je je vingers steint, weet je. Mm -hmm. Dat zijn hele kleine microscopische aderen. En daar onttrek je eigenlijk het bloed uit. En dat komt dan in de, in de, in de huid te zitten. Zeg maar. Het is een soort inwendige bloeding die je dan krijgt wanneer je, je een zuigzoen doet of, of aan kapping doet. Zeg maar, weet je? Want het is gewoon een vacuüm. En dan zijn er andere. Uh, en bij wetkapping kunnen ze dan bijvoorbeeld een, een sneetje maken, waardoor, ook, waardoor het bloed ook daadwerkelijk naar buiten wordt gezogen. En dan gaat die cup gaat dan uh, vollopen met bloed. En omdat dat stolt, verandert dat in een soort van gelei van bloed, zeg maar en dat ziet er ja. dan heel slecht uit en dan is het van oh kijk er komt iets slecht uit en dan gaan ze het meestal aanvullen met andere dingen dan doen ze honing en water erbij. En dan zeggen die hijama mensen van: Oh ja, dat, is, uh, dat vult het bloed dan aan. <laughs> weet je, dat maakt nieuw bloed. <laughs> bloed wordt gemaakt in de botten, jongens. Um, uh, weet je, dan roepen ze allemaal dat soort dingen. Maar het is net zo. Het is eigenlijk een heel middeleeuwse techniek. Het werd vroeger ook in Europa gedaan, in Engeland. En zo, dokters hadden gewoon hele kitten waarmee ze dat deden. En het is hetzelfde als bloodletting. En dat is dat je het gewoon opensnijdt. Dat je mensen opensnijdt. En dat het dan het bloed eruit gaat. En uh, dan uh, maak je ze weer dicht. En dan hebben ze. Het slechte bloed verloren, als het ware. Weet je, dus die dingen. Of bloedzuigers, precies hetzelfde fenomeen. Omdat vroeger in de medische wereld. dachten we dat uh, de mensen bestonden uit meerdere. Ja, humoren, noem je dat dan. En vloeistoffen. Dan had je het gal, dan had je het pis, dan had je het bloed. en dan had je speeksel. allemaal verschillende dingen. En, het, en dat waren dan allemaal afvalstoffen die je moest kwijtraken. En als iemand dan ziek werd, dan ja, lieten ze uh, bloed eruit stromen. en dat soort dingen. En hijjama stam dan ook uh, daarvan af. Maar ja. Het, het, het is niet gegrond in enige vorm van uh, medische uh, ja, correctheid, zeg maar. Het, het klopt helemaal. Kijk, dit is, dit is eigenlijk een oudere versie van detox. Tegenwoordig zijn detox ook heel, heel populair. Die ontgiften je lichaam dan. Dan komen de giftige stoffen uit je lichaam. Maar als je mensen vraagt van welke giftige stoffen precies, wat, wat komt er precies uit je lichaam, weten ze dat niet. Het zijn gewoon giftige stoffen. Het zijn gewoon toxins. En die haal je eruit. Maar jouw lichaam doet dat voor jou. Jouw lever. Detoxed jou en jouw nieren detoxen jou. En dat oude bloed dat jij niet meer nodig hebt, dat poep je uit. Dat is de reden waarom je, bruin, de, waarom je poep bruin is. Omdat je je oude bloed uitpoept. Je hoeft geen gaten te maken in je lichaam om dat eruit te halen of zo. Weet je? Dat zie je ook niet echt terug bij andere dieren. En uh, ja, die leven ook gewoon gezond over het algemeen. Dus ja, het is gewoon een hele oude, oude gebruik die waar Kortom, mensen nog steeds in geloven. Uh, doe het niet, mensen. Het heeft helemaal geen zin. Uh, het reinigt niks het is gewoon geldverspilling, moeiteverspilling ja, en, maar heel veel topsporters geloven erin, want met de Olympische Spelen hebben heel veel zwemmers, sprinters dat soort mensen, die hebben dan allemaal van die vlekken op hun rug, weet je maar Olympisch topsporters staan erom bekend dat ze heel veel rituelen hebben dingen waar ze echt in geloven um, dus dan zien mensen dat en dan denken van oh ja, deze bekende zwemmer die doet het, dus dan moet het wel werken maar um, ja. ja, die mensen zijn ook niet veel slimmer heb je gehoord van Giel Belen dat hij een giftig supplement uh, die, op de markt had gebracht met die koekoeroe? Want hij, is dus, uh, hij heeft een eigen ja, podcast. Hij, hij is ja, helemaal hij is de spiritualiteit helemaal... in. En hij had ja, dus wat zat er in een, dat supplement? Ja, iets wat gewoon verlamming veroorzaakt. Hmm. of ik. Uh, en is nu is het van ja. de markt gehaald. Ja, je kan het even opzoeken. Dan... Ja, je hebt best wel veel van dat soort supplementen. Je hebt bijvoorbeeld vitamina B7. Het is helemaal geen vitamine. Maar dat is uh, amygdalin. Dat is iets wat ze uit aprikozenpitten halen. En dat is gewoon cyanide. Dat is letterlijk... Aprikozenpitten zitten vol met cyanide. Dat is letterlijk een gif. Maar er was ooit in de jaren 70 of 80... was er een wetenschapper die claimde... dat je met die stof die hij dan... Uh, falsely vitamin B7 noemde, dat je daarmee mm -hmm. kanker kon genezen. En nog steeds geloven miljoenen mensen daarin. En die kopen die Jeetje. supplementen, want je kan ze gewoon kopen. En dan vergiften ze zichzelf en dan komen ze uh, op de IR. En dan is het van ja, maar het stond op het internet dat, ik dat, dat dit het medicijn tegen kanker was, weet je. Ja, maar het neemt mensen wel kwalijk, zoals Giel Belen. Ik bedoel, hij is echt niet dom, weet je wel. Waarom doe je dit soort charlatan-dingen? Ja, Waarom ja. doe je mensen schade aan? Waarom naaien ze? Ze, ze geven 30, 40 euro voor zo'n flesje. Wat helemaal niks doet. Dat weet je. Ja, ja. Of je moet er ja, zelf het, ook in geloven. Het is, zwaar, het is zwaar overpriced. Elke keer is het zwaar overpriced. Weet je? Dus wie gelooft daarin? Ben je dom? Ja, of zo? Echt, echt zat mensen. <laughs> weet je, het is, van, ja, het is van ja, de medische wereld houdt iets achterwege. Die weet het niet. Maar Giel Beelen, die weet het wel. Terwijl Giel Belen het enige wat hij heeft gedaan is. Uh, iets op internet lezen en het gelooft, weet je. Dat is letterlijk het enige. Uh, harmalina zit erin. Dat zit in uh, Syrian Rue. Dat zit in dezelfde, dezelfde stof... Uh, dezelfde plant waar ze ayahuasca van maken. Dat is een hele, hele bekende uh, hallucinogen, zeg maar... die nu door allemaal mensen wordt gebruikt... die dan verlichting zoeken of weet ik veel wat. Maar die harmalina is een M-A-O... Uh, M-A... Nee, M-O-A-I... Dus dat is een monoamine oxidase inhibitor. Dus die stopt een bepaald enzym in jouw lichaam, waardoor je uh, sommige stoffen heel anders gaat uh, uh, metaboliseren. Mm -hmm. Dus bepaalde medicaties wordt op zo'n manier gemaakt dat jij het inneemt, maar dat is eigenlijk niet de werkzame stof. En jouw lever gaat het dan metaboliseren, die maakt er andere stoffen van en dat zijn de werkzame stoffen. Met zo'n MAOI uh, zet je dat, dat uit. En dat kan. Op de korte termijn voor gunstige dingen zorgen, maar tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat de dingen die jij eet of slikt een heel ander effect hebben op jouw lichaam. Dus als je een MAOI neemt en bijvoorbeeld kaas eet, dan val je gewoon in slaap. Weet je, dus uh, het zorgt ervoor dat dingen een heel ander effect hebben op jouw lichaam. En ja, dat ziet hij niet, want hij denkt het zit in kruiden. En kruiden kunnen nooit slecht voor je zijn, want het zijn maar kruiden. Want de Indianen in de bosjes gebruiken ze ook en weet ik veel wat. Dus het moet wel goed zijn. En dan krijg je dat soort dingen. Er worden jaarlijks zoveel mensen opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze ja, supplementen nemen, omdat ze heel veel van een supplement nemen. En ik denk van ja, het is gewoon natuurlijk. Het is een kruidenpreparaat. En kruiden kunnen je nooit kwa kwaad doen, zeg maar. Oké. Okay. Um, ja, over supplementen gesproken. Ik ging dus uh, gisteren naar de apotheek. En uh, wat ik dus was vergeten was dat ik mijn verzekering had stopgezet. Want ik wilde kijken naar een andere verzekering. Maar toen was ik vergeten om een nieuwe zorgverzekering te zoeken. Dus ik was in feite verzekeringloos op dit moment. Maar ik wist het niet. Maar het is toch verplicht om in Nederland een verzekering te hebben of niet? Ja. Ik snap niet hoe ik uh, verzekeringloos heb kunnen rondlopen, zeg maar. Uh, um, maar ik, ik weet niet hoe dat precies zit, maar volgens mij krijg je dan van de regering een soort van verzekeringachtig iets en dan moet je dan later terugbetalen, volgens mij. Oh, zo geen idee, iets. maar ik kwam bij die apotheek en ik ging gewoon bepaalde medicatie ophalen en ook vitamine D, want dat haal ik af en toe, denk ik van, oh ja, dat moet ik ook nog slikken. En toen ja. uh, zei ze, die prijs, toen dacht ik, huh, hoe kan dat? Normaal betaal ik er nooit voor. Toen zei ze van, ja, je bent verzekeringloos, maar. <laughs> Voor, voor, voor drie van die capsules vitamine D heb ik gewoon 25 euro betaald. Dat is echt Jezus. super overpriced. Jezus, en dat, dat ja. slik je zo in één keer op. Ja, ja, ja. Maar ja, dat heeft dus ja. wel echt effect wat je van de apotheek haalt. Want de vorige keer hadden we het over dat supplementen ja. altijd net zijn. Apotheek heeft het uh, veel strenger. Erop, uh, die heeft een veel strengere controle op dat soort stoffen. Dus dan ben je er ook uh, vrij zeker van dat hetgeen wat ze zeggen erin zit. Maar voor dingen als vitamine D hoeft het ook niet helemaal per se. Weet je, het is gewoon als jij een, uh, een fabrikant vindt die uh, labresultaten heeft, of die ook hoog staat bij Labdoor, dan uh, kun je gewoon uh, die gaan nemen als er een groot prijsverschil in zit. Weet je, maar ja, dat is, dit is wel een mooi uh, ding. Want bijvoorbeeld hier zijn we dat gewoon gewend, hè? dat haast alles wordt vergoed en je betaalt niet. Uh, je betaalt, Nauwelijks iets voor medicatie. Terwijl ja. als je naar de prijs van bepaalde medicatie kijkt, in andere landen wat ze ervoor betalen, dat is echt fucking absurd. Weet je, in Amerika is het heel normaal om voor een maanddosis, als je kind suikerziekte heeft, diabetes heeft, maanddosis insuline kan zo duizend dollar kosten. Dat betaal je ja. uit eigen zak. Gewoon zelfs als je verzekerd bent, want heel veel verzekeringen coveren dat dan ook niet. Of, ja, maar ik snap Amerika sowieso niet, want het is daar ook normaal dat je als student tonnen schuld hebt, dat je een half miljoen ja. schuld hebt ja. als je klaar bent met school. Als je, een, als je een kind krijgt en je bent onverzekerd, dan krijg je ongeveer een rekening van een ton. Afhankelijk van de staat krijg je een rekening van een ton van het ziekenhuis. En dan is alles erop gefactureerd. Zelfs, ja, zelfs dat de vroedvrouwen het baby pakken. en zeg maar de baby verzorgen in de eerste paar uh, minuten en weet ik veel, voordat ze het aan de moeder geven. Zelfs dat factureren ze. We ja, hebben liefde geven aan het kind. In ja, Nederland is dat... eigenlijk heel veel gratis, hè, als je er zo bij stilstaat. Ja, ja, ja we zijn een verzorgingsstaat. En dat, daarom is het ook. Daarom beseffen wij dat ook niet. Hoe goedkoop al die dingen zijn. Weet je? En kijk, mijn efforts in de, in, de, in de biologie zijn altijd geweest om dat soort dingen te, te uh, goedkoper te maken. Ergens in Amerika heb je bijvoorbeeld Open Insulin Project. Dat is een, een, uh, een groepering van biohackers. Die dan het produceren van insuline. En de machines die daarvoor nodig zijn, proberen te reverse engineeren. En het uh, veel goedkoper proberen te maken. En op dit moment hebben ze het uh, ongeveer naar een ton kunnen brengen. Dus dat je met een ton in elke stadsdeel in principe... een soort van hackersp hackerspace heet dat dan... een soort publiek lab kan opzetten... waar je met vier, vijf mensen... genoeg insuline kan produceren... voor het de hele stadsdeel, zeg maar. En dat, dat klinkt eng, weet je... dat mensen dat produceren weet ik veel wat... maar als je goed bent in bier brouwen... dan kan je ook insuline maken, weet je. Het is alleen veel strengere hygiëne eisen... en uh, uh, purity tests en dat soort dingen. Dus ik, ik zie het liever die kant op gaan... dat mensen ervan... dat mensen leren... Uh, hoe dat soort dingen gemaakt worden, hoe ze het moeten testen en dat kan alleen door de technologie veel goedkoper te maken, weet je. Ik wil dat het zo goedkoper wordt dat mensen thuis zelf kunnen kijken of hun kraanwater schoon is, zelf kunnen testen of hun supplementen uh, impurities uh, bevatten of niet, zelf een, uh, ja, weet ik veel, een bloedtest kunnen doen, thuis zichzelf kunnen testen op bepaalde ziektes en weet ik veel wat dat de de technologie daarvoor benodigd is, dat we die prijs gewoon helemaal omlaag halen, eh, zodat we het eh, niet afhankelijk zijn van regeringen, weet je. Zodat we het gewoon kinderen in Ghana dit letterlijk kunnen aanleren en ze daar zelf een lab kunnen opzetten waar ze eh, op zijn minst eh, vrij minimale eh, ja, medische diensten kunnen leveren, weet je. Dat vind ik ja. wel heel belangrijk. Anders zijn we echt, uh, zitten, zitten we echt uh, vast aan. Uh, Vooral in Amerika allemaal politici van 60, 70 jaar. En ja, die geven echt geen reet om jou. Op dat vlak hebben we het wel echt veel beter in Nederland, gelukkig. Ja, maar in Amerika had je toch Obamacare, maar dat ging toch uh, mislukken, waardoor het is afgeschaft. Ja, ja, ja het, ik ken de details het, niet, maar dat was ze toch... Ze willen mee. het niet. Ze het is, willen het, het niet? Ja, het, er zit, kijk, er zit, het is niet dat het volk het niet wil, maar de mensen aan de macht willen het niet. Want op dit moment kunnen ze zoveel vragen het voor Het was medicatie. al ingevoerd, maar het werkt niet. Ja, ja, maar het was ook niet compleet. Ze hebben, ze hebben geen. kijk, de, de farmaceutische lobby in Amerika is gigantisch. Amerika is echt een goudpijn voor de farmaceutische industrie. En dat is voornamelijk omdat ze niet uh, die healthcare hebben. Want zodra, je dat, zodra iedereen healthcare heeft, dan gaan grote bedrijven gaan dan onderhandelen en dan gaan die prijzen uh, drastisch omlaag. En uh, wat de regeringen ook doen is dingen die dan, uh, dan investeren ze zelf in productie van bepaalde medicaties die dan wijdverbruikt worden om de kosten nog meer te drukken. Weet je, omdat de regering dan goed uitkomt maar nu boeit het de, de regering niet, want nu krijgen ze gewoon, gewoon geld. Die duizend dollar die ze van die moeder krijgen die drie banen heeft en duizend dollar voor insuline van haar kind moet betalen, ja dat hebben ze graag, want ze hebben miljoenen van dat soort mensen. En zodra dat soort mensen een verzekering hebben, dan kunnen de, dan kunnen de farmaceutische bedrijven niet meer duizend dollar in de maand vragen, dan is dat een normaal bedrag zoals 100 euro in de maand of zo. Dus uh, ja, de, al die grote bedrijven willen het niet en da daarom weet je, je, je bent overgeschreven aan hun soort van uh, ja. Aan, aan hun wil, als het ware. Dus uh, ja, wat, wat kan je daaraan doen? Helemaal niks. Behalve het heft in eigen handen nemen. Dat is uh, waar ik wil dat het naartoe gaat, eigenlijk. Weet je wat ik ook niet snap van Amerika, altijd in het nieuws heb je dan van die hele heftige rechtszaken, waar mensen miljoenen euro's krijgen. Dus dan staat er uh, op het etiket van je truitje staat niet uh, dat je uh, weet ik veel, uh, noem eens even iets geks, dat je dat, dat je het niet je, moet eten. Ja, dat je het niet moet eten, of dat je het niet in je kont moet stoppen of zo. En dan kan je een rechtszaak beginnen en dan heb je miljoenen ja. euro's. Wat is ja, dat ja, nou? Ja. Eén, ja, je hebt uh, daar... Iemand die ik kende, zo'n vrouw die daar heeft gewoond, zei van in Amerika is het, zeg maar, valt er heel veel sneeuw in de winter in sommige staten. En dan is een soort van het gebied, zeg maar de stoep voor jouw huis, hoort ook bij jouw huis of zo. En dat moet sneeuwvrij zijn. En als het niet sneeuwvrij is, dan is het jouw verantwoordelijkheid. En dan kan je echt enorme boetes krijgen of dan kun je ineens ja, als een iemand rechtszaak... Ja, als iemand uitglijdt ja, voor jouw deur, kan hij je aanklagen. Ja, ja en dan ja. moet je miljoenen betalen, et cetera. Dus wat doen mensen dan? Die gaan dan vloerverwarming op de stoep van hun huis doen <laughs> ja. Om, zodat ze het niet elke ochtend hoeven vegen. Ja. Dat is toch idioot. Dat is toch krankzinnig land eigenlijk. Maar ja, ook inderdaad. gewoon dat je een half miljoen uh, schulden hebt als je studeert, weet je wel. Ik snap gewoon niks van dat land, omdat ik gewoon ja. zo erg die Nederlandse basis gewend ben. Uh, ja. de, ja, ik weet niet, die rechtszaken en zo, hoe verzin je dat? Maar mensen zeggen ook: links in Amerika is zeg maar rechtser dan de VVD hier. Dus ja. Dat, dat, ja, dat klopt. Dat snap ik ook niet echt. Ja, dat klopt. Maar wel, waarom is Amerika echt. niet gewoon, net als Scandinavische landen, net als Nederland, niet gewoon een verzorgingsstaat dan? Of, of ja, kan ik denk... dat daar niet? Ik denk sowieso dat Amerika te groot is om een soort van eenigheid te krijgen in het volk. Amerika is gigantisch, bevolkingsdichtheid is ook heel laag, dus je hebt uh, heel veel plekken die vrij uh, uh, ja, licht bevolkt zijn. Uh, dus het is heel moeilijk om mensen uh, op dezelfde kant te krijgen. Kijk, New York, LA, dat, dat soort plekken. Uh, San Francisco, het zijn allemaal grote staten. Maar als je kijkt naar, weet ik veel, Arkansas of zo. Weet je, al dat, daar leven ook miljoenen mensen. Maar die mensen voelen zich dan niet soort van... Uh, represented door de left, zeg maar. De left gaat altijd voornamelijk the over... De yeah, liberals. The liberals. The yeah. uh, ja, de liberals. De libertards En maar ze weet voelen je wat ik ja. is ja. snap? Ik had een ex die familie had in Amerika en die ging dan een keer ontmoeten omdat ze in Nederland op vakantie waren en het waren gewoon mensen die niet rijk waren hè? dus ze waren best wel gewoon hardwerkende mensen voor weinig geld en mm -hmm. maar ze waren helemaal pro-trump dus echt helemaal Trump fan yeah. en ze haatten iedereen uh, die liberals waren ze noemden hun de liberals van die zijn gewoon gek en die zijn weet ik veel wat maar yeah. Eigenlijk zijn zij gebaat bij een linkse overheid, zou je zeggen. Mm -hmm. Maar ze stemmen Volk rechts op, het ba op basis van culturele dingen, zeg maar. Culturele thema's of zo, denk ik dan. Weet ik ja. niet. Omdat Trump, uh, omdat, omdat ze die gewoon sympathieker vinden of weet ik veel wat. En, maar dan denk ik, huh, waarom, stem je, waarom zou je rechts stemmen als je geld nodig hebt? Jij bent juist gebaat bij meer belasting, zeg maar. Meer ja. herverdeling. Dus dat snap ja, ik ook precies. niet echt. Ja, maar dat begrijpen ze dus niet. Kijk, je hebt eigenlijk hetzelfde wat je hier hebt. Uh, je hebt heel veel communities die dan voornamelijk blank zijn. En um, die alles over black people en Mexicans en weet ik veel wat van het nieuws horen. Weet je, je kijkt de hele dag Fox News en is het van, they took our jobs. En uh, weet ik veel, de, de, de African-Americans verkrachten onze dochters. En de Mexicanen die pakken onze banen af en weet ik veel wat. Dus de... de, de uh, hun, hun hun focus wordt geshift op andere problemen. Op ja, het komt door immigratie en weet ik veel wat allemaal. En dat geloven ja. ze dan. En dat ga je dan vervolgens voortzetten. Want dan stuur jij jouw kinderen naar de grote stad, naar de universiteit. En dan zie jij jouw kinderen helemaal een soort van verlinksen. Die worden helemaal links. En die zeggen dingen als: Oh ja, nee, maar African Americans en white people horen gewoon gelijk te zijn. En jij denkt: wat? Hoe hebben ze jou gebrainwashed? En dan in plaats ja. van. En dan is het van, oh ja, universiteiten zijn soort van... op uh, universiteiten worden kinderen geïndoctrineerd om links te zijn. In plaats van, nee, je kinderen gaan naar een universiteit... waar ze erachter komen dat er heel veel soorten mensen bestaan... en dat die mensen eigenlijk helemaal niet zo eng zijn... en zo gestoord zijn als je aan je voordeed. Ja. Weet je, dat, dat zien ze niet. En uh, dan gaan ze daar overal... Uh, uh, zoeken ze dan daar de schuld op. En in plaats van dat ze uh, ja, realiseren dat zij fout zaten... Dan is dat gewoon een soort van rabbit hole waar je in gaat. Van, oh nee, en uh, je hebt hier uh, linkse hersenspoeders en uh, hier willen ze maar het witte was uitroeien. Misschien, misschien komt het ook omdat links in Amerika wel te ver gaat of zo. Te, te, uh, te bond maakt, waardoor heel veel mensen zich er niet meer in herkennen. Zo van, oké, okay, gelijkheid was nog goed, maar nu gaan jullie wel te ver of zo, weet je wel. Ja, dus maar dat is... Het... is de... Ja, dat is dus datzelfde spelletje. Want dan krijg je van links in Amerika is helemaal niet zo links. Maar je hebt wel heel veel extreem links in Amerika. En op ja. extreem links wordt dan gefocust. En dan is dat het nieuwe links. Zoals rechts, zoals alt-right, soort van het nieuwe rechts is. Weet je? Van oh ja, met Nazi's marcheren, dat is nu gewoon rechts. Dat is niet extreem rechts of zo. Dat is ook wat wordt, wordt, wordt uh, Maar uh, weet je wat ook verwarrend is? Het verwarrende is ook dat, kijk, Trump heeft gezegd: America first. Ik ga de economie verbeteren. Ik ga voor meer banen zorgen. Van mij hoeven die kolencentrales niet dicht. Weet je wel? Dus uh, hij heeft volgens mij ook. Onder Trump was er de minste werkloosheid. Dus juist die Mexicans en black people. En die arbeiders, die hadden juist werk door hem, geloof ik. En uh -huh. hij startte ook geen nieuwe oorlogen in het Midden-Oosten. Dus dat vonden heel veel mensen heel positief aan hem. Waardoor ze. Toch op hem stem, stemmen, terwijl hij ook volgens mij voor minder belastingen is. En dat is juist weer heel rechts. Want belasting komt ja. uiteindelijk arme mensen ten goede, de hele samenleving. Uh, dus dat is denk ik het verwarrende voor mensen. Dat ze, dat ze denken van, oh ja, maar hij zorgt wel voor meer banen of zo. Ja, maar ik denk, ik denk dus niet dat het zo simpel, simpel ligt. Want kijk, als jij als president, wanneer jij uh, de nieuwe functie inneemt. Dan zijn de veranderingen die het teweeg brengt zijn niet uh, gelijk. Weet je? Die komen niet in één keer. Dus uh, Obama heeft bijvoorbeeld ook voor heel veel ba banen gezorgd. Maar de systemen die hij heeft opgezet om voor meer banen te zorgen. Dat zijn uh, uh, systemen die ja, tijd nodig hebben als het ware om te groeien. Dus wanneer je Trump dan neerzet dan kan het heel goed zijn dat die groei die je dan meemaakt... nog steeds afhankelijk is van wat uh, Obama heeft gedaan. En wat Trump nu, nu doet... dat je de effecten van die keuzes pas bij de volgende president ziet... of de president daarop. Dus het zijn veel meer lange termijn dingen. Ik geloof niet dat er een president aan de macht komt... en hij dan denkt, ik ga meer banen voor meer banen zorgen... en vijf maanden later heb je meer banen of zo... en dat het dan door hem komt per se. Want het zijn allemaal lange termijn dingen. Je, je kunt niet op de korte termijn de unemployment rate oplossen. Weet je, het zijn echt... Uh, soort van uh, ja, veranderingen die, die je brengt, die, die, die wat langer tijd nodig hebben. Dus ik, dat is hetzelfde met Erdogan, weet je. Dan is het van, oh ja, maar Turkse economie gaat wel goed en er was wel aan het groeien en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, heel, heel vaak heeft dat te maken met dingen die soort door predecessors zijn geregeld, weet je. En wanneer ja. die mensen dan wat langer aan de macht zijn, dan zie je van, oh ja, op de lange termijn doen ze het eigenlijk helemaal niet zo goed. Ze hebben meer uh, meegelift op het momentum van de vorige president of zo. Ja, weet je wat ik me ook afvraag? Hoe het leven in Amerika is voor gewoon simpele mensen. Want wat wij net zeggen, school is duur, medicatie is duur. Alles is gewoon fucking duur. Je hebt niks wat van de overheid komt. Ja. Ik vraag me dus serieus af hoe leven die mensen dan? Want mij, ik bedoel, ik kan me herinneren dat mijn zusje geboren werd. Uh, ik heb mijn zusje schelen 13 jaar, dus ik, was, ik, ik heb dat heel bewust meegemaakt. En toen moest mijn moeder met de ambulance naar het ziekenhuis. En toen kwam ja. de rekening en dat was 700 euro, weet ik nog. En mijn vader die ontplofte gewoon van ja. 700 euro. Terwijl het maar echt vijf minuten was, die rit naar het ziekenhuis, zoiets. Ja. En hij dacht echt, hoe kunnen ze voor die vijf minuten? Ja, allemaal, uh, weet ik veel, joden streken, ze, ze naaien de boel, dit en dat. En uh, dan denk ik van, maar wat doen die mensen in Amerika dan? Als ze, als ze voor ja. elke scheet die ze laten een rekening krijgen. Ja, er zijn filmpjes van Amerika... dat iemand wordt, uh, op een brancard wordt gezet met een gebroken been... omdat die... Uh buiten bewustzijn was in dat hij wakker wordt en beseft dat hij in een ambulance moet en gewoon zichzelf van die bank eraf gooit omdat hij die rekening niet wil betalen. Weet je, ja. dan loop je nog liever met je gebroken been en dan neem je de taxi dan dat je die rekening gaat betalen. Dus ja, Amerika is let, ik zie het als een third world country. Want als je naar nou bepaalde plekken kijkt, Kid Row in LA, weet je, elke grote stad heeft wel zijn eigen soort van crack uh, junkie uh, straat waar al alle homeless ja. people zitten met psychologische problemen, drugsproblemen. Maar Hebben het is ook de rijkste afdiening. land ter wereld. Dus dat is, dat, dat is super raar. Ja, ja. ja. Het is de rijkste land, maar het is ook met de meeste ellende, lijkt het wel of zo. Mm -hmm. Met de meeste ongelijkheid. Ja, precies. Dus uh, daar is de kloof tussen rijk en arm echt veel groter dan bij, uh, dan bij ons, weet je. Ik had Kijk, een keer op school geleerd bij economie dat hoe meer je daar verdient, hoe minder percentage je belasting afdraagt. Dat is zo raar. Ja. Ja. dat is dus in Nederland juist omgekeerd hoe meer je verdient hoe, hoe hoger box je komt et cetera. ja het is ook het, het verschilt per staat dus elke staat waar je woont je hebt bijvoorbeeld state taxes ook state income taxes uh, dat verschilt per staat dat is ook de reden waarom heel veel mensen nu van uh, LA naar omdat LA een hele linkse regering heeft uh, verhuizen heel veel mensen naar bijvoorbeeld Texas waar je dan veel uh, makkelijker rijk kunt zijn zonder belasting uh, af te dragen in Amerika heb je daar enorm veel trucjes voor Weet je, ja. Veel minder dan in, in Nederland. Alhoewel wij ze in Nederland ook helpen om uh, belasting te ontduiken in, uh, in Europa. Maar ja, het is gewoon een populair fenomeen. En de rechts heeft dan argument dat soms wel goed klinkt, maar echt totaal onzinnig is: verlaag de belastingen juist voor de rijke mensen. Verlaag ze, want dan zijn ze de belastingen bereid te betalen. In plaats van dat ze, gaan, dat ze het gaan proberen te omzeilen. Nee, maar ze dat is ook meer niet zo. Van, uh... Nee, ik heb hele rechtse vrienden die zeg maar echt libertarisch zijn of anarchist zelfs... en die, die geloven gewoon niet in belastingen... en die zeggen dan... als jij rijk bent en je betaalt minder belasting... dan kan je juist met dat geld een bedrijf beginnen... kan je juist banen creëren. Het, dat is zeg maar een beetje het kapitalistische verhaal van... als je ja. iedereen één euro geeft... heeft iedereen één euro en kun je er niks mee. Maar als je ja. één persoon een miljoen geeft... en de rest niks dan kan die ene persoon een bedrijf beginnen met een miljoen banen of zo. Weet je wel, dat verhaal. Ja, maar je, maar je kan ook tien 10 mensen honderdduizend geven of 100 mensen <laughs> 10.000. euro. Ja, precies. Maar je hoeft het niet gelijk naar een euro te trekken. Waarom, het, het rare dat ik van dat altijd vind is van... oh ja, maar als ik minder belasting betaal, dan kan ik uh, meer bedrijven opzetten. Ja, maar als jij meer belasting betaalt, kunnen andere mensen ook meer <laughs> bedrijven opzetten. Het is niet dat het geld verdwijnt of zo. Weet je, rijke mensen denken altijd van... ja, als ik geld uh, weggeef, dan is dat het geld verdwenen terwijl dat geld wel wordt uh, ingezet uh, voor allemaal uh, subsidies voor jonge ondernemers en weet ik veel wat allemaal weet je en dat doen wij vrij goed in Nederland. Het is vrij makkelijk ja. in Nederland om. Uh... Ja. Nederland heeft gewoon een gulden middenweg. Dat gewoon uh, uh, geld verdienen nog steeds loont zeg maar, uh, maar dat het niet geheel communistisch is of zo en ook niet uh, helemaal. Helemaal rechts, weet je wel, onderwijs is voor iedereen hetzelfde kwaliteit is gewoon gratis. Studeren ja. is nagenoeg gratis. Um, ja. Weet je, het, het zorg is hier zo is dat al, Als je tot de middenklasse behoort, dan kun je in principe nog steeds wel deelnemen aan activiteiten die de upper class uh, bijvoorbeeld eten bij het ja. duurste restaurant. Dat kan je gewoon als middenklasse. Niet, niet elke week. ...maar je kan het wel ja. gewoon, weet je... ...op ja. een speciale dag, je, als je naar Izakaya wilt gaan... ...kun je gewoon naar Izakaya... ...en dan is het Lil Kleine of Marco Borzait of weet ik wat... ...die zitten daar ook allemaal... ...maar jij kan dat ook betalen, weet je... ...een ja. dure fles wijn en weet ik wat... ...kun je allemaal ook betalen... ...alleen veel minder spora uh, veel sporadischer dan, uh, dan dat soort mensen... ...in Amerika heb je dat niet... ...in Amerika is het gewoon van... Uh, die, ...die kloof tussen rijk en arm is fucking gigantisch... Ja, maar wel. ook de onderklasse in Nederland krijgt best wel veel uh, hulp. Als je, je kinderen krijgen gewoon kleedgeld, uh, ja. je, je krijgt huursubsidie, uh, weet je wel. Dus de helft ik van heb, je huur uh, krijgt gewoon. Ik ja. heb vrienden in Amerika die zijn opgegroeid met melkpoeder en water. En met syrup sandwiches. En dat is letterlijk gewoon suikerstroop tussen brood, weet je. Dat is gewoon het eten waar ze mee zijn opgegroeid. Oh, en wow. um, en, en foodstamps en dat soort dingen. En in sommige plekken kunnen niet eens foodstamps krijgen. En dan wordt je moeder uh, prostituee om eten op de tafel te, te brengen. En weet je wat. hebben we hier niet? Weet je, ja, hebben we precies. hier allemaal hier niet? Hier gaan mensen niet dood aan de honger. Weet je, en dat gebeurt gewoon in Amerika. <laughs> gebeurt dat gewoon? Weet je, wat fucking onvoorstelbaar is. Ja, Sander Schimmelpenning uh, heeft, heb je dat gezien? Hij heeft een nieuw programma op TV. Dat uh, heet ja. iets van uh, de ongelijkheid in Nederland of de kloof uh, onderzoeken. En mm -hmm. daarin stelt hij best wel hele heftige dingen. Ik ging toevallig voor deze opname ging ik, uh, naar een interview van hem luisteren bij Nooit meer slapen. Ja. Um, is een uh, podcast. En daar zegt, geeft hij hele heftige voorbeelden van. Eigenlijk dat. Uh, heel veel mensen die bijvoorbeeld in de quote 500 staan. dat zijn niet mensen die met een heel goed idee zijn gekomen of zo. maar die hebben gewoon heel veel geërfd. wat alleen ja. maar nog meer geld wordt. omdat je al geld hebt, zeg maar. En als je ja. eenmaal geld hebt, dan wordt het alleen maar meer waard. Huizen worden meer waard. winkels worden meer waard. panden worden meer waard. dus, ja. En dan verdien je zelf ook nog eens. Weet je, zelf ga je ook nog eens door met geld verdienen. Dus je wordt gewoon exponentieel rijker en rijker of zo. Terwijl. Ja de arme mensen die niks hebben, die geen vermogen hebben... die worden armer en armer omdat hun koopkracht vermindert... of omdat inflatie ja. is... of omdat hun loon uh, niet hard genoeg uh, vooruit gaat, et cetera. En hij had het dus over dat... Um, ja, dat dat steeds erger wordt. Ja, ja. ik denk wel dat ja, dat het zo ook. is. Hij had het over dat hij toen hij 24 was... had hij een huis gekocht van twee ton nog wat toen hij advocaat was... En, uh, een paar jaar, uh, en nu had hij dat verkocht voor 7 ton. Terwijl hij gewoon ook nog eens erin had gewoond. Dus dan heeft hij en gratis erin gewoond. En het is ja. gewoon een, uh, 5 ton vooruit gegaan in 10 jaar tijd. Dat ja. heeft hij dus toen verkocht aan iemand die 12 jaar ouder is dan hij. En hij heeft zoiets van: hoe kan dit, weet je wel? Ja. Uh, van, ja. Ja, kijk, je hebt wel rijke mensen die dan dingen kwijtraken. Ook. Dat gebeurt ook. En daarom vinden rijke mensen het soms niet leuk om dat te horen. Van dat het dat, dat, dat bijna gegarandeerd is dat ze het geld gaan blijven houden. Want het is voor heel veel mensen geld ook niet zo. Maar voor het gros wel. En in de rijke mensen hun mentaliteit heb je dan altijd. Die willen altijd denk altijd aan het harde werk, weet je? dan zie je een commercial van een guy die in een rolstoel zit, maar nog steeds een soort van baan heeft gevonden die hij nog steeds kan uitvoeren en daarmee geld verdient en nog steeds brood op de tafel kan brengen. en dat vinden ze dan een prachtig verhaal van: kijk, hij zit in een rolstoel, maar hij werkt nog steeds. hij probeert nog steeds wat van zijn leven te maken. en dat vind ik altijd een hele gekke verhalen, want dat is juist een eng voorbeeld. die guy zit in een rolstoel. waarom werkt hij? Waarom werkt hij terwijl er mensen zijn die gewoon op hun reet zitten en geld verdienen omdat ze veertig panden in Amsterdam hebben, weet je? Dus ze probeert altijd op die boeg te gooien. Dat was ook zo toen er uh, afspraken werden gemaakt van in bepaalde landen over uh, misschien omdat vanwege de lockdown van oh misschien moeten we uh, huurschulden kwijtschelden. En toen kwamen mensen met, oh nee, maar hoezo? Ik heb hard gewerkt voor dit huis, voor deze huizen om ze te verhuren. En uh, als jullie de hurenschulden huren, uh, kwijtschilden, dan heb ik geen inkomen meer en weet ik veel wat. En dan zijn he, zij opeens een slachtoffer. En dan denk ik van ja, maar je, je kan ook gewoon werken, zoals de rest van de mensen. Weet je je kan, je kan ook gewoon werken. Dus dat je zoveel huizen hebt en je letterlijk gratis geld verdient... en dat het weggaat en dat je dan gaat klagen... terwijl je letterlijk een van de weinige mensen op aarde bent... die gratis geld verdient door niks te doen. En als het even weggaat, terwijl je nog zo, zoveel ton op de bank hebt... is het van, oh nee, nu krijg ik geen inkomen meer, weet je. Dus ze hebben altijd een heel, heel ander beeld. Dus ik, ik vind wel dat daar een soort van verandering in moet komen... En, uh, maar ja, dat is ook vanuit de regering zo. Hè? Want mensen willen geen belasting betalen omdat mensen ook niet uh, leuk vinden waar belasting naartoe gaat. Dat vinden mensen niet leuk. Want we zien zo vaak dat belasting gewoon aan bullshit wordt gespendeerd. Of dat uh, uh, subsidies, dat is gewoon een vorm van fraude in principe. Het is gewoon de leukste manier om uh, zoveel mogelijk geld binnen te harken zonder er iets voor te doen. Weet je, subsidies zijn gewoon een, een goudmijn voor heel veel mensen. Dus dan denken mensen ook van: ja, dat, dat, dan, ja wat, waarom moet ik dat geld dan afgeven? En dat begrijp ik ook. Weet je, Naam, wanneer je na een bepaald uh, bedrag opeens 52% belasting betaalt, ja, dan ga je naar manieren zoeken om dat niet te hoeven betalen. En dat begrijp ik vanuit hun kant. Maar zodra jij. Letterlijk aan de top staat. En zelfs als jij die belasting betaalt nog steeds aan de top staat, dan uh, ja, hoor je daar eigenlijk niet heel erg veel over te zeuren. En ik begrijp dat mensen niet geld uh, weg willen geven of zo, maar probeer het dan op je eigen manier te doen, weet je? Probeer het zelfs op een manier te doen dat jij er nog steeds geld aan kan verdienen. Weet je, investeer in, in kleine opkomende uh, uh, ondernemers. En investeer op een manier waarbij je de prioriteit legt in die persoon en niet bij jou. Weet je? Niet dat je zoveel mogelijk, dat je 20, 30, 40 procent van het bedrijf wilt, maar dat je gewoon een klein percentage wilt en die persoon in principe ook gunt. Weet je? Omdat um, de, 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 urge, de urgency voor, om, voor jou om geld te verdienen eigenlijk veel kleiner is dan die persoon. Weet je? Omdat het iemand is die aan een nieuwe droom uh, begint. En ik wil ook niet mensen wegzetten die zelf een uh, soort van miljonair zijn geworden. Uh, want dat is, ik kan me voorstellen dat het heel irritant is om te horen dat het allemaal mensen zijn die geld hebben geërfd. Maar er zijn ook genoeg rijke mensen die gewoon hard hebben gewerkt. Maar uh, zodra jij aan de top staat, heb jij een verantwoordelijkheid. Weet je, als goede persoon hoor. Je kan ook zeggen, ja, het boeit me verder niet. Maar als goed persoon heb je wel een soort van verantwoordelijkheid. En uh, de, ja, de rijke mensen die ik ken over het algemeen zijn ze wel vrij gul. Um, maar uh, ja, het zijn ook zat die we niet kennen en die eigenlijk totaal niet zo gul zijn. Ja, ja. Ik had net toen jij aan het woord was, had ik zo'n kramp in mijn been. Ik heb gewoon. Uh, <laughs> ik ging hier gewoon dood. <laughs> Dacht ik ga niet. Verkrampend gesprek. <laughs> ja, ik voelde echt. Heb je dat soms? Dat je, dat je been gewoon zoveel. Ja, ik weet ja. niet eens wat dat gevoel is. Dat je het gewoon niet meer voelt ofzo. Ik snap ook niet waardoor dat komt. <laughs> heb je genoeg water gedronken? Nee, ik drink echt niet genoeg water. Ja. Ik drink echt twee slokjes per dag. Heb je veel last van droge het... lippen? Ja, ook droge lippen, ja, inderdaad. Moet je veel water drinken. Ja. Maar wat Sander dus ook zei, hij zei: kijk, wij belasten inkomen, heel veel, maar we belasten niet vermogen. En wij hebben nauwelijks mm -hmm. erfbelasting, zei hij. Hij zei van ja, als jij bijvoorbeeld je kind 10 miljoen laat erven, wat heeft ja. diegene? Dan heeft diegene niet eens meer een leuk leven, et cetera. Want dan is het. ...al Zoveel geld dat diegene ja, dat diegene spoiled wordt en zo, of dat die uh, ja, niet echt meer de motivatie voelt voor iets en zo. Toen dacht ik, Oh ja, ik wist mm -hmm. niet eens dat ja, tuurlijk zijn er wel mensen die 10 miljoen erven, maar ik wist niet dat dat echt veel mensen waren of zoiets, wel. En ja. dat was ja, ik raad het sowieso iedereen aan. Luister die podcast en kijk dat programma. Ja. Lijkt me heel leerzaam. Ja. ja, ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Dat je dan een soort van Nederlandse vriend hebt. En dan, weet je, denk jij van... Hoe de fuck ga ik ooit een huis kopen in Amsterdam? En dan ja. is het van... Oh ja, mijn vader die heeft me geholpen. Ik heb het ja. huis net gekocht voor een half ton. En ja, mijn vader die heeft gewoon zijn handtekening ook erop gezet. Dus ja, ik heb het gewoon gekregen. Ik denk van, oh ja, chill. Chill. Ja... Ja, nee, ik heb dat ook altijd inderdaad. Van uh, vooral Nederlandse vrienden en vriendinnen, inderdaad, waarvan de ouders al een huis hebben en bijvoorbeeld nu al bereid zijn om een tweede huis te kopen voor hun kind, zodat die daar gratis in kan wonen of voor een heel uh, laag prijsje of zo, met huisgenoten. Ja, ja, dan begin je eigenlijk al met voorsprong, inderdaad. Ja. En uh, wat nog meer in het nieuws was, was dat Dennis de Lachgaskoning in de politiek ingaat. Of tenminste, de politiek in wil. Ik weet nou niet of hij erin gaat of erin wil. Maar ja. hij is nu de ex-Lachgaskoning. En als lijsttrekker van de nieuwe partij, de Feestpartij, doet hij op 16 maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Oh, hij doet echt mee, staat hier. Wil je zijn uh, standpunten horen? Ja. Uh, yeah. Gratis OV voor Amsterdammers. Dus voor iedereen. Gratis kinderopvang voor iedereen. <laughs> afschaffen bullshit belastingen. <laughs> wat is dat überhaupt? Gewoon <laughs> nou, gratis geld voor iedereen is dus het gewoon. Basic ja. Kijk wat hij zegt. Gratis parkeren. <laughs> en afschaffen overdreven parkeerboetes. Horeca ja. en winkels langere openingstijden. Katie Kotti, officiële feestdag. Hé, hey, hij is wel inclusief, hè? Ja. En, uh, vind ik wel een leuk. Tolerantere gemeente. Ja, ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Meer bijstand voor mensen in de armoede. Onbeperkt financiën voor de voedselbank. En betaalbare woningen voor studenten. Nou. Ja. Ik weet al ja. dat ik ga stemmen op 16 maart. Ja, ik. ik, ik eigenlijk moeten we gewoon. Ja, het zegt jammer dat we geen. Geen, uh, geen soort van simulatie kunnen hebben van de maatschappij. Dat we mensen kunnen laten zien wat er zou gebeuren als we deze regels zouden door, uh, doorzetten. Ja, kan je dat niet we... maken of zo? <laughs> ja, het is dat heel heb lastig. Je toch ook ja... Met die, heb... die coronamaatregelen had je dat wel, hè? Die simulatie. Ja, ja. Ja. ja, het is alleen heel moeilijk om dat heel precies te maken. Maar ja, als ik hoor van dingen die hij zegt, ja, gratis dit, gratis dat. Voedselbanken, ongelimiteerde funding. Ja, nou... Dat, dan ga ik een voedselbanken beginnen. <laughs> ja, maar je hebt heel veel partijen die dit soort dingen hebben. Hè? Bijvoorbeeld ook bijeen en zo. Die hebben van, oh ja, minimumloon moet omhoog. Er moeten betaalbare woningen voor iedereen. Uh, weet je wel, van al die dingen die voor iedereen gewoon leuk klinkt. Ja, en dan denk het je, werkt oh ja, daar beter. ga ik op stemmen. Maar je weet dat het niet realistisch is, omdat er gewoon dat geld is er niet. Maar dat staat er natuurlijk niet. Ja, maar dat daar wil je niet aan denken. Daar wil je ja, niet aan denken. Je wilt gewoon. Nee, oh, nee maar heel veel mensen snappen het ook niet. Heel veel mensen snappen ja. dat niet. Die denken: oh, er is ja. een bak met geld. En dat kunnen we gewoon uitgeven aan deze dingen of zo. Ja. Maar ja, wat we dus moeten doen is. eigenlijk zo'n simulatie, inderdaad. Iemand die goed is daarin moet gewoon zoiets ja. maken. Gewoon een soort dat, sims. Je dan, dat je dan ja. gewoon hebt van: kijk, dit is wat we hebben als samenleving, dit is ons budget. En wanneer we dit invoeren, dan gaat er zoveel van af en dan hebben we dit over. Dus het is kiezen, zeg maar. Het is ja. of in de zorg, of de minimumloon, of de huizen, of de scholen, weet je wel. Het is niet alles tegelijk. Ja. Dat, dan zou het echt voor iedereen ja. veel overzichtelijker zijn. Ja, want daarom ik wil, kijk, ik denk, kijk, ik geloof plechtig dat mensen geen mensen kunnen regeren. Daar, daar geloof ik echt in. Ik geloof dat we uh, momenteel dat de wereld op dit moment zo Complex is en zo chaotisch is. Weet je, heel veel mensen willen geloven dat een paar rijke families die zitten aan de macht en die trekken aan de touwtjes. Maar de realiteit is gewoon niemand trekt aan de touwtjes. Het is één grote chaos. Mensen proberen invloed uit te oefenen, maar omdat het een soort van onvoorspelbaar systeem is, krijg je nooit uh, wat je wil, zeg maar. Weet je? Dus ik geloof niet dat mensen dat kunnen doen, omdat mensen per definitie gewoon faalbaar uh, zijn. Dus ik geloof echt in. Um, in uh, AI, dat AI die dingen kan analyseren. En daarvoor heb je zoveel mogelijk informatie nodig... als je toegang zou hebben tot alle informatie, ja? Gewoon alle informatie. Hoe mensen zich voelen, letterlijk... de medische en psychologische markers van alle mensen... Uh, uh, alle bankrekeningen, het klinkt allemaal heel eng hoor, maar alle, alle informatie, alles wat er beschikbaar is, dan zou je daaruit heel veel interessante analyses kunnen halen. Van, oh kijk, we hebben zoveel geld naar hier gestuurd en in vier, vijf jaar tijd is precies dit wat eruit is gekomen. En dan niet alleen de cijfertjes, het economie, maar alles. Menselijk welzijn, psychologisch welzijn, al die dingen, weet je, of, of geweld omlaag is gegaan, maar dan op een echte manier, weet je. Niet alleen uh, zo heel oppervlakkig zoals we dat met onderzoeken proberen te doen. Dan kun je er veel positievere informatie uithalen en dan kun je heel snel switchen. Dan kun je heel snel zien van, oh, heeft dit gewerkt? Het heeft niet gewerkt. Maar als we uh, geld in een, uh, laten we zeggen, je wilt de kolenkitbuurt uh, 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 opknappen, dat je dan gewoon kunt berekenen van waar moet het geld in en waar moet het aandacht in en wat zorgt voor de beste return of investment, zeg maar. Niet alleen economisch, maar op alle vlakken. Dat je dat dan zou kunnen oplossen. Maar ja, dat, 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 dat hebben we niet echt, weet je. En dan moeten we maar uh, vertrouwen op de mensen. Dat mensen dan gaan stemmen uh, op, bepaalde, op bepaalde partijen en weet ik veel wat. Maar dan zit er helemaal geen idee achter. Want mensen vinden het heel leuk om te horen van... oh, je krijgt gratis geld, je krijgt gratis dit. Maar uh, als je dat op papier zou zetten... van hoe ga je dat voor elkaar krijgen... En, van hier gaat het uh, zoveel eraf en dit gaat daar naartoe. En weet ik veel. Als je dan een hele paper op zou stellen, niemand die dat zou gaan lezen en niemand die op jouw partij zou gaan stemmen. Ook al heb je de meest goed beargumenteerde punten met bewijzen erachter, boeit helemaal niemand. Mensen willen gewoon een verhaal, een leuk verhaal. Van dit wordt gratis, dat wordt gratis. Buitenlanders schoppen we eruit, tribunaal. En <laughs> weet ik veel nee, ja. wat allemaal. <laughs> weet je? Dus uh, ja, mensen werken gewoon zo. Ik vind het heel gek, maar. Uh... Daarom geloof ik ook niet echt in onze politieke systemen of in de, de democratie en uh, dat soort dingen. Ja, jij stemt ook niet, hè? Nee, ik Misschien, misschien moeten we een aflevering maken waarin we de huidige kieswijzer invullen met jou samen, live, zeg maar. Terwijl we dit doen. Mm. Ik ben wel benieuwd ja, maar wat weet jij je vindt het, van het, elk standpunt. Het, het, het probleem dat het probleem ik met de kieswijzer heb is van, uh, dan heb je bepaalde standpunten en dan. Er is geen garantie. Dat de partij die, die, stand, die achter die standpunten staat ook die standpunten gaat uitvoeren. Ja, het is letterlijk alsof ik iemand op straat ontmoet en die zegt: van... Hé, hey, ik ga dit en dit en dit voor jou doen. En ik heb geen garantie. En dan ga ik tegen hem zeggen: Oh ja, ga maar aan, aan de macht. Weet je, ik heb nul ja. garantie. Eigenlijk is het heel raar dat wij een systeem hebben dat je gewoon het een kan zeggen en het ander kan doen als je eenmaal aan de ja. macht bent. Ja, het is gewoon super raar. En, ja, maar daarop daarom heb ik ook nooit gestemd. Ik heb één keer in mijn leven gestemd. En dat was uh, destijds tegen Erdogan. En verder heb ik echt nog nooit gestemd. Het boeit mij echt. Maar die partijen letterlijk die dat, dat dan vervolgens niet doen. worden er ook niet op afgerekend. Ik ja, maar dat het heeft... niemand boeit. Iedereen leeft gewoon zijn eigen leven hier in Nederland. En voor de meeste mensen, voor het gros van de mensen. Is er helemaal geen verschil of A of B of C aan de macht staat? Er is echt, het maakt nul impact op jouw leven uiteindelijk, weet je? Nou, Enig... uiteindelijk dus wel, want zij bepalen wel, uh, stel jij bent uh, docent aan de school en je hebt een heel mager loontje. Nou, als ja. je de huidige partij blijft stemmen, dan hou je dat magere loontje. Terwijl misschien... Ik, geloof, je... niet, ik geloof niet dat die lonen omhoog omho gaan wanneer je een andere partij hebt. Ik geloof daar echt niet in. Ik denk dat het allemaal één en hetzelfde is. En dat de dingen die ze roepen: van nou we gaan dit. Dit klinkt en dat, en dat, wel heel ik, complotterig. Ik, ik, ja, nee. Het is, kijk, ik geloof dat ze kleine veranderingen kunnen, kunnen brengen, 100%. Maar ik, ik, de, de grotere problemen, die zullen blijven bestaan. En kijk, dat is hetzelfde met die dingen: van oh ja, uh, lockdown moet stoppen. Want. Uh, uh, de, de psychologie van kinderen, weet je, dan krijg je allemaal termen van, oh ja, helft van de kinderen voelt zich uh, wel eens eenzaam of depressief. En als je gaat googelen naar zo'n krantenkop, hè, dan kom je erachter dat die ook in 2018 verscheen. Helft van de kinderen voelde zich eenzaam en depressief. Ja, maar... En ook in 2017, Br weet je. En dan, en dan focussen mensen op, zeg maar, het duidelijke van, oh ja, het ligt aan de lockdown. Maar dan wil ik horen van, oké, okay, de lockdown gaat sowieso weg, maar daarna dan... wat is daarna je focus op, op de, op de uh, psychologische problemen in de jongeren? Wat gaan we er daarna aan doen? Waar oh, ben ja. je bereid om sacrifices te leggen om dat probleem op te lossen? Weet je, want nu schreeuwen we het wel van de daken. Het komt omdat we de sportscholen sluiten of een lockdown of weet ik veel wat allemaal. Maar daarna... Wat gaan we daar aan doen? Die problemen blijven bestaan. En dat, ja. dat hoor ik daar, daar hoor ik niemand over. Nee, maar ik ben niet mee eens dat politiek helemaal niks kan veranderen. Ik doe de reden dat wij nu we waren net lovend over hoe links Nederland is en hoe wat voor een verzorging ja. staat en dat het anders is dan Amerika. Dat is ook door de politiek gekomen. Dat is ook ja, 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 omdat er linkse partijen waren die zeiden: nu gaan we stoppen met kinderarbeid. Nu gaan we de vrouwen emanciperen. Nu ja, ja, gaan we ja, de ja. pil gratis in het verzorgingspakket, zodat vrouwen niet meer zwanger raken, zodat ze kunnen Werken. Weet je wel, ja. daarvoor dat dat is wel echt allemaal door de politiek gekomen. Ja, ik denk, ik denk dat het gewoon door mijn positie komt. Ik denk dat kijk, het kan sowieso veranderingen teweeg brengen, maar de echt grote problemen in de wereld, het zijn niet echt problemen die door politiek opgelost kunnen worden. Het zijn problemen van een groter systeem. Kijk, ik geloof dat geen enkel politicus, geen enkel politicus in het huidige systeem, het schoolsysteem gaat kunnen veranderen. Dat gaat je gewoon niet lukken. Het is een veel te groot probleem. En het heeft allemaal onderliggende oorzaken. En alles moet op de schop. Wil je dat veranderen? Weet je? Mm -hmm. Kan je niet doen, gaat niemand doen. Omdat het een hele nou ja, andere wat is. Het hangt er vanaf wat je verstaat onder veranderen. Wat bedoel jij met het schoolsysteem veranderen? Um, het oh. hele systeem waarin wij mensen opleiden, uh, dat veranderen. Omdat het gebaseerd is op letterlijk een 18e eeuws model. Dat, waarvan bewezen is dat het niet werkt. Weet je. Het soort van ja. klassificeren van kinderen op leeftijd. alsof dat het, het, het meest. de het, het grootste overeenkomst is. Weet je. Ja, uh, ik vind ook de, dat de, bijvoorbeeld dingen uit je hoofd leren. is zo achterhaald. Je ja. kan alles opzoeken ja. tegenwoordig. Ja, ik heb, altijd, ik heb altijd. veel minder van school geleerd. dan van buitenschool. Altijd. Omdat ik, ja. al, eh, omdat ik al. had geleerd hoe je moet leren. Dat is het enige wat school jou hoort te vertellen. Hoe leer je? Wat is de juiste manier van informatie vergaren? Maar dat doet school niet. School. Ja, dat, dat doet school zegt, niet inderdaad. Hier heb je een tekstboek. Ga maar hoofdstuk 1, en 1 tot en met 23 gaan ja. leren. Daar krijg je het ja. tamen over. Dat is ja. school. Ja, het was voor mij de grote. Uh, kijk, ik haat de Frans en Duits. Omdat het hele systeem waarin je dat leerde. Je, dat je dan de, bij Frans je, vocabulaire lijsten. En dan moet je elke week, uh, weet ik veel, honderd woorden, woorden uit je hoofd leren. Denk van, ik heb nog nooit in mijn leven een taal... Ik spreek drie talen. Ik heb nog nooit in mijn leven een taal geleerd door woorden uit mijn hoofd... De, door woorden in mijn hoofd te proppen, een lijstje van woorden, weet je? Dat is, niet hoe het, dat is niet hoe het werkt. En ik weet hoe ik talen heb geleerd en ik weet dat het vrij makkelijk is gegaan gaan op de manieren zoals ik dat doe. Hele simpele dingen, letterlijk een film kijken met uh, ondertitelingen in een andere taal en weet ik veel wat, weet je? Dat soort kleine dingetjes zorgen er veel meer voor dat je, dat je goed kan leren. Maar ik, ja, ik dus geloof inderdaad... gewoon totaal zinloos. Uh, ja, ik woorden ik ik, ge leren. ik geloof dat het leersysteem mensen juist uh, verafschuwt van leren. Het maakt het maakt het zorgt ervoor dat leren iets saais wordt waardoor je na school denkt van oké, okay, ik ben klaar met leren. Weet je, ik heb het ja. achter me gehad en nu ga ik werken. En dan krijg je dus fucking man over de hele wereld, weet je, die op hun 40ste, 50ste, 60ste de onzin uitspuwen op Twitter die ik uitspielde toen ik 13, 14 was of zo, weet je. Omdat ze ja. er nooit uh, voorbij zijn gekomen. En, en daar ligt het, het probleem. School hoort jou niet dingen te leren. Het enige wat school jou hoort te doen, is jou te leren hoe je moet leren. Jou de basis geven van wat, hoe leer je. Letterlijk dat. Alleen okay, dat iedereen hier, kan leren. Laten we hier een hele aflevering over doen. Dan mag ja. jij ons vertellen wat er allemaal mo concreet moet veranderen in het schoolsysteem. Ja. En wat er dan in de plaats moet komen. Maar ja. echt met voorbeelden. beelden. Mijn, mijn, mijn mooiste tip... altijd als mensen vragen aan me van... Oh, hoe weet je zoveel? Dan denk ik van de enige reden dat ik veel weet... is dat ik iets inter, interessants lees... en het dan aan iemand doorvertel. Dat is repetitie. Want repetitie zorgt ervoor dat je dingen leert. Dingen herhalen zorgt ervoor dat dingen in je hoofd blijven. Het feit dat ja. ik weet dat het, de balzak van een chimpansee 120 gram is... weet je, klinkt als een gek feitje. Maar ik weet het omdat ik het heel vaak heb verteld. En wanneer je dat op een grappige manier... of een interessante manier aan mensen vertelt... mensen willen... Dat doorvertellen. En dat is als je een goede grap hoort, dan wil je hem heel graag doorvertellen. Weet je? En zodra jij hem doorvertelt aan andere mensen op dezelfde interessante wijze, dan word je er beter in. En dan komen die mensen met vragen. Met oh, maar hoe zit dit dan? dan denk van hé, hey, ik heb me dat nooit afgevraagd. En dan ga je dat opzoeken en voeg je dat toe aan je verhaal wanneer je dat aan mensen uitlegt. Weet je? Elke keer wanneer ik mensen wijzer maak in dingen, maak ik mezelf ook wijzer. En dat is in principe hoe het hoort te gaan in plaats van de leraar die elk jaar exact dezelfde materie met de andere groep kinderen uh, doorneemt... Op, op een steeds saaier wordende wijze omdat het hem ook niet meer interesseert weet je ja je hoort ook vaak bijvoorbeeld die de slimste mensen met de slimste uitvindingen die hebben geen diploma en zo weet je wel <laughs> Die, die voorbeelden zie je ja. ook heel vaak: van Steve Jobs heeft nooit een uh, school afgemaakt en zo. Ja, maar dat, dat betekent dus niet dat je moet stoppen met school. <laughs> Stop nee. alleen met school wanneer je uh, een inkomen hebt, uh, hebt kunnen regelen. Weet je? Ja, Kijk, precies. Ik, ja, ik, ik, ik heb ook zo'n verleden gehad. Ik ben, ik ben op de VWO begonnen, maar ik ben uiteindelijk twee keer van school uh, gestuurd en heb uiteindelijk uh, helemaal gezakt op de VMBOT. Maar ik was uh, 15, 16, dat ik al websites ging maken. En dat ik daarna, dat ik dacht van oké, okay, weet je wat, laat me, de, ik kom van het VWO, laat me het MBO proberen, niveau 4, ICT beheer of weet ik wat. Dat ik dan dingen deed dat die leraar zei van hé, hey, maar hoe, hoe heb jij dat gedaan? Want ik, ik maak al hele websites en deze man wil mij de HTML-code uitleggen hoe ik de achtergrondkleur verander of zo. Weet ja. je, toen, toen, ik dacht, dat, toen dacht ik van oké, okay, dit is echt helemaal niks voor mij. En daarom ben ik da daar ook mee gestopt en pas op mijn 21ste heb ik die colloquium doctum gemaakt om naar de universiteit te gaan. Maar daardoor zag ik wel in van oh ja, dit is echt uh, dit is niet hoe je dat leert. Dit is ook niet hoe ik het heb geleerd. En hoeft ook niet te zijn. De manier waarop ik leer, hoeft ook niet te zijn hoe andere mensen leren. Daar heb je verschillen in. Maar ik geloof wel dat je een veel universelere vorm van educatie kan hebben. Die voor veel meer mensen goed zou werken dan uh, het 18e eeuw systeem dat wij nu hebben, zeg maar. Ja, precies datzelfde wat jij met ICT had, had ik met maatschappijleer. Want ik was altijd al heel erg bezig met nieuws, politieke debatten, weet, weet je wel. En, en bij maatschappijleer kreeg je letterlijk van. Oké, okay, wat is een politieke partij? Welke hebben we allemaal in Nederland? En uh, hoe doe je een debat? Weet je wel, eerst doe je... En dan ging je met... In teams ging je dan een debat voeren. Van, oh ja, dan moest jij een argument geven. Het was allemaal heel ja. basic, weet je wel. En ik was allang bezig met gewoon kranten lezen. Ik, ik wist allang wie Pim Fortuyn was en weet ik veel wat. Ja. En dat kreeg je dan allemaal zo van... Nou, deze man was ooit Pim Fortuyn en zo. En... Ja. Maar het, het is wel grappig dat, dat jij had dat dus met computers en ik had dat met dat. Ja, ja. ja ik had altijd, de, de, als de leraar iets uitlegde, wat ik al wist, dat ik dacht van... Jezus, wat is dit? Een slechte manier om het uit te leggen. Het is gewoon voor mij saai geworden, terwijl ik dit fucking super, echt super interessant vind. Weet je. Ik vond scheikunde altijd super interessant, maar mijn scheikunde leraar was een echt meest onaangename, oninteressante persoon op aarde. En die had scheikunde bijna voor mij verpest. En ik geloof ja. dat je veel van dat soort mensen hebt. Sowieso, leraren, als jij niet met uh, motivatie en met een glimlach voor de klas staat, dan moet jij gewoon ontslagen worden. moet jij gewoon ontslagen worden. Je ja. hebt letterlijk de toekomst van de kinderen, weet je. En uh, dat is een beetje het probleem, want we hebben te weinig leraren. Dus er wordt ook niet al te veel gelet op de kwaliteit van het onderwijs dat die leraren uh, bieden, zeg maar. Waardoor, ja, genoeg leraren die uh, kinderen helemaal, ja... Het, het, ik ken ook genoeg kinderen die scheikunde gewoon enorm saai vonden. Omdat je domme shit moet leren als ionen en weet ik veel wat. Waar je helemaal niks aan gaat hebben. Tenzij je later in een lab wil werken. Maar als je gewoon het basis leert van uh, de scheikunde. Dan krijg je ook geen. Tomme kinderen later die zeggen van oh ja, ik wil geen chemicaliën in mijn voedsel. Niet realiseren dat letterlijk alle tegen op aarde chemicaliën zijn. <laughs> Weet je. Dus jo. dan krijg je allemaal dat soort rare dingen. In plaats van de nuttige dingen die ze je moeten leren, leren ze je een soort van de meest, saaie, saaie dingen waar je nooit iets aan gaat hebben. Ja, ik zie dat we alweer uh, een tijdje bezig zijn, dus ik ga het uh, hierbij wel afsluiten. Ik heb nog één vraag ja. aan de kijkers. Um, ik heb als goede voornemen voor 2022 dat ik meer ga reizen. Want ik heb nog niet veel ge gezien van de wereld. Ik heb eigenlijk nog niks gezien. Uh, ik ben alleen maar in Turkije geweest in mijn leven. Dus ik wil wat meer. En Spanje. En ja, precies. En Spanje, dus recent. Maar ik wil dus wat meer zien van het leven. En ik wil dit jaar daar echt voor gebruiken. Maar ik zit dus. Af en toe na te denken van oké, okay, waar ga ik nu naartoe? Maar ik weet het gewoon serieus niet. Dus, Welke cultuur trekt je aan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen, ik heb één eis. Het moet niet te ver weg zijn. Want ik heb ik mm. heb vliegangst en ik wil niet te lang in een vliegtuig zitten. Dat vind ik <laughs> echt super eng. Dus het moet in Europa zijn het liefst. Ja, ja stuur mij gewoon een stad waarvan jij denkt. Oké, okay, hier is het echt leuk. Ik, het maakt me niet eens uit. Weet en je? wil je warm of koud, of maakt het je ook niet uit? Het liefst uh, een warm land natuurlijk. No. Uh, maar het maakt me niet uit. Ik dacht zelf aan Dublin in Ierland. Gadver, uh, ja. hoezo? <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. Ja, ik ben nog nooit in mijn leven in UK, Ireland, Scotland, uh, Engeland. Waarom maar, zeg en je dan Gadver? Ik... Omdat, het, omdat het zo het is: het is hetzelfde als Nederland. Het is gewoon zo koud en guur. Weet je, en ik kan daar gewoon niet tegen. Ik denk, als je op reis <laughs> gaat, dan moet je gewoon naar ergens waar het warm is. Weet je, anders yeah. verandert er niks, behalve wat bergjes en mensen. Oké, okay, dus met voor jou al is al echt klimaat, praten. staat op nummer 1 of zo. Ja, 100% klimaat en natuur, weet je. Als er nog veel mooie natuur is, begrijp ik het toch, maar de natuur van de UK. Maar is wa waar, waar de... in Europa heb je dan een warm land? Alleen Spanje. Ja, ja, in de zomer heb je ik wel heb het leuke op dit plekken. moment. Ja, in de zomer ja, op, is het hier ja, ook op warm Op dit moment Spanje, Zuid-Italië, Sicilië. Uh, ik is Malta, het Zuid-Italië? Turkije. Nu... Turkije is nu volgens mij ook warm, hè? Ja, in het zuiden van Turkije is het wel warm. Maar warm, ik wil niet warm, warm, naar Turkije. Ik wil even andere landen dan Turkije. Iets. Ja, je kan ook ietsje verder van Turkije gaan. Georgië is echt super mooi. Uh, Armenië is ook mooi. En uh, als je naar die landen gaat, dan merk je ook Ook als je naar Balkanlanden gaat, hè, dan merk je dus uh, de. Overeenkomsten met Turkije dat hun ook Burek hebben en dat ze ook ja. pide hebben en dat soort dingen, dus dat is wel leuk. Altijd dat doen oh, we misschien hun... is Bosnië wel leuk. Oh ja, Bosnië is ook heel leuk. Rijke geschiedenis, ook. daar komt mijn familie vandaan, die hebben ook ja. een rijke geschiedenis. Uh, wat heb je nog meer? En ik zou sowieso Scandinavische landen proberen: Noorwegen, Zweden, Finland, dat is toch ook net als Nederland. Ja, nee, maar dat is, dat is weer het extreme koude, weet je? Kijk, Nederland is echt zo nat, nat en modder en zo. En ja. die Scandinavische landen zijn meer zo wit en mooi, weet je? Net als IJsland. IJsland is ook echt mooi. Volgens mij is Polen en Portugal en zo, volgens mij is dat helemaal geweldig. Maar ja, welke landen lijkt me echt niks? Polen lijkt je niks? Stad? Nee. Je hebt daar Warschau en zo, die volgens mij lijkt. Ja, alleen wel, die he? naam vind ik al niks. <laughs> <laughs> ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat je niet eens veel te veel. Uh, oh ja, yeah, maar je hebt geen rijbewijs, hè? Nee, ik ja, heb geen rijbewijs. Hoezo? Moet je niet heel veel aandacht schenken aan, aan de steden ook? Omdat, uh, in grote landen heb je een gigantisch verschil tussen. Uh, tussen de plekken weet je is als uh, Zuid-Frankrijk en Noord-Frankrijk gigantisch verschil dus dan is het wel ja. leuk om een beetje een beeld te krijgen van het hele land als je een auto hebt ja. en uh, ja dat gewoon dat soort dingen maar ja bij jou komt er nu niet, niet iets op of zo dat je denkt nee okay, ik dan... zou als ik als je ver zou willen reizen gewoon dingen die iedereen gewoon iedereen wel eens naartoe moet nee, zijn gegaan, dat is gewoon. Ja, dat is gewoon Thailand en Bali. En, ja, maar daar uh, heb ik Persie. dus geen tijd voor. Ik, ik kan maar een yeah. paar dagen per keer weg. Ik kan niet uh, ja, ja, hele weken ja. weg. Ja, nou ja, Europa heb je wel uh, leuke plekjes. Maar alleen in de winter, ja, betwijfel ik het. In de winter is het een beetje lastig. Ja, maar winter heeft toch ook zijn charme? Je kan toch niet. Winter hoort ook bij het leven, hè? Uh, je kan niet <laughs> altijd. Uh, zomer, ja, but... kijk, mijn, mijn filosofie is gewoon dat als ik. Niet buiten naakt een hele nacht kan overleven. Als ik op de grond zou liggen, dan wil ik er gewoon niet wonen. Weet je, het is gewoon. Je hoeft er ook niet te dan wonen. Ik, uh, ja, dat hoeft er niet te zijn. Weet je, als ik letterlijk ja. uh, de vacht van een ander dier over me moet heen trekken. om het te overleven, omdat ik anders bibber van de kou. Kijk, ja. als het heel mooi is, oké. Okay, weet je, IJsland en, en Noorwegen en zo, denk ik van, oké, okay, het is zo mooi. Dat kan ik wel even door die kou heen bijten. En kou vind ik ook minder erg dan nattigheid. Maar nattigheid, ja, het is gewoon echt kut. Dat is echt dat is het enige deel van mijn uh, integrering in Nederland dat niet compleet is. Dat ik niet bereid ben om met zo'n regia's op een fiets ergens naartoe te fietsen en schijt te hebben. Weet je. Ja. <laughs> Als ik dat je gaat hebt doen, echt mensen denk... die. Snap jij mensen die meer van de winter houden? Die, uh, nee, die echt Ahmed. Taal niet. Wij zitten toch in zo'n groepsgesprek met Eeuwen en Ahmed? Ja. Die Ahmed die zegt altijd, zegt hij, ik haat zomer. En dan is het zomer, dan gaat iedereen naar het stad, zegt hij, oh ik haat zomer, ik wil de winter hier. <laughs> ik vind dat ook echt raar, maar je hebt echt ja, zulke nee. mensen. Ik ken ze. Ja, het, is te, het wordt te snel donker buiten. Weet je, omdat ik al laat wakker word, is het gewoon bijna alsof het constant donker is. Ja. Ik ben geen vroege vogel. Vroeg is voor mij gewoon 12 uur in de middag wakker worden. En ja, vier uur later is het donker. Weet je, dus het uh, is gewoon heel lastig. Het dus eet ja. gewoon een groot deel van mijn leven op. Ik ken echt veel mensen die de zomer haten. Ik snap ook niet waarom. Ja, als het te heet is, kan ik er ook niet heel erg tegen of zo. Dan zit ik ook liever in het schaduw. Maar kijk, als je gewoon ergens bent waar je gewoon de zee hebt. Kijk, in Malta woonde ik aan het water, aan de zee. En dan werd ik gewoon wakker. Dan ging ik niet eens douchen. Werd ik gewoon wakker, pakte ik mijn zwembroek en dan ging ik uit de deur. En dan sprong ik gelijk de zee in. En dan is het maar 40 graden. Maar je kan gewoon de hele dag in de zee zitten. Gewoon lekker snorkelen, visjes kijken, weet ik veel. Ja, maar allemaal. mensen die van de winter houden, die zeggen weer van... Uh, ja, in de zomer kan je niet uh, ergens aan werken, je, weet je wel. Dus je Waarom wil je, je werken? <laughs> Waarom wil je werken? Nou ja, sommige <laughs> mensen moeten gewoon dagelijks werken. Nee, maar sommige <laughs> mensen moeten gewoon dagelijks yeah. werken, toch? Gewoon ja, nog steeds weet ik veel, op een kantoortje zitten of zo. En ja. dan hebben ze liever dat het gewoon koud is. En dan zeggen ze van, ja, dan kan je lekker knussen, uh, weet je wel, kan je lekker concentreren en uh, dat soort dingen. Maar ja. ja. ja ik weet, weet je wat, is... we vragen aan de luisteraars, uh, wat is jouw favoriete seizoen? En geef je daar argumenten voor? Dan gaan we dat de volgende ja. keer oplezen. Ja, het is echt de verkeerde vraag voor Nederlanders. Hoezo? Omdat Nederlanders echt allemaal leuke dingen kunnen verzinnen voor in de winter. Van, oh, lekker schaatsen, lekker gluwe lekker oliebollen. Van, ja, maar het is nog steeds koud. En lekker kerstmis, feestdagen. Ja, het is gewoon nog steeds koud. Weet je hoe lekker het is als je kerstmis viert in een land en het is gewoon warm met kerstmis? Dat je al die kerstliedjes hoort van it's snowing outside en dan is het gewoon warm. Ja. En dan denk je yes, zo wordt het leven te zijn. Ja, ik ben ja. gewoon bevroren. Heb je trouwens verre landen? die nu warm zijn, die ook gewoon een beetje goedkoop zijn om naartoe te gaan? Um, of, of, of zeg je ja, dat ze heel graag? Ja, qua goedkoop is gewoon Thailand, Australië, Thailand. Uh, India. Uh, ja, heel veel van Nee, dat ik soort ga mannen. sowieso niet naar India. Ik heb gehoord, daar vallen ja, mensen dood neer op straat. Ja, ik heb ook wel uh, een soort van vooroordelen over India. Maar India is echt gigantisch groot. Dus je hebt echt... Je hebt bijvoorbeeld Goa, een plekje in India. Dat is waar alle hippies uh, wonen. En uh, het is gewoon een soort van feeststad, uh, zeg maar. Aan, 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 aan de zee. En daar is ja. het wel vrij leuk. Maar je moet niet naar Mumbai of zo. Of naar Delhi of weet ik veel wat. Oké, okay, dus India, Thailand, Australië. Dat is goedkoop. Ja. Australië heeft te veel coronaregels. Oh nee, Australië is niet goedkoop. Uh, Indonesië, sorry. Oh, Indonesië. Oh, is Indonesië kan oh, ja, is is kapotlang vliegen. Ja, is dus even ver als Australië. Zeg maar Nieuw-Zeeland, dat is een leuk feitje. Nieuw-Zeeland is het verste dat je van Nederland kan zijn. Dus, uh, zeg oh. maar zo'n 400 of 500 kilometer, de west- nee-oostkust van Nieuw-Zeeland is exact de tegenovergestelde plek op aarde van Nederland, zeg maar. Mm. Ja, dat okay. heb ik ooit berekend, omdat ik dacht: van, hoe kan ik het verst van huis af zijn? En dat is dus Nieuw-Zeeland. Dan ben je het verst van huis. Verder is niet mogelijk. Aha. Nou, dan ga ik daar dus nooit naartoe. <laughs> <laughs> ja, ja. Oké, okay. bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.